Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng Ambacht weer terug in de schappen. Ik vind dit trouwens ook wel mooi, hè? Deze, 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 dat geluid. Zeg maar. je moet je eigenlijk zo doen. Doc Collins. Podcast nummer 147. Hartstikke mooi getal. Uh, ik zit hier vandaag met uh, Dino Sarac... Welkom. Dankjewel, man, dankjewel. Sta je dan? Zonder doel, zonder ziel. Ene handje spullen, de andere je piel. Te kijken hoe het staat te bezwijken. Samenleving, maatschappij, politiek. In paniek, in ideologie. Haaks op de techniek. Klagen over de toekomst, over wat je toekomt. Met een telefoon, gemaakt van crypto. Night, after night. Geplakt aan de scherm. Doen schollingen, gedoemd tot de schollen. Kom het op de kern? Nee. Dan maar weer een oorlog tussen joden en de massa. Hey. Wat is er bijzonder aan dat geval, uh, getal dan? Ja, volgens mij 147 is een, is een priemgetal. getal. Ik, ik moet eens even kijken, want. Uh, maar het voelt gewoon heel goed op een of andere manier. <laughs> heb je dat niet? <laughs> heb je dat niet met sommige getallen? Vind je mij ook goed voelen? Ik vind jou altijd goed voelen. Uh, op, wat? Uh, uh, op afstand dan, hè? Dat is wel... Ja, oké. Okay. <laughs> wat, zoals wat? Zoals wat. <laughs> Hoe doe je, zoals wat? Wat voor gevoel heb je bij Dutch Matrix, zeg maar? Oh, uh, uh, mysterieus. Ja. Ja. Ik hoop daar ook, uh, wat mijn kant uit betreft natuurlijk, uh, ook steeds meer op te gaan naar de mysterie, mystieke kant, uh, wonderen in de wereld, uh, onverklaarbare zaken. Ik denk dat je daarmee een nieuw segment aansnijdt, wat eigenlijk uh, toch weer iets anders is dan alternatieve media. Wat denk jij daarover? Hoe denk je daarover? Ja, want je hebt, hebt alternatieve media, is niks anders dan uh, 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 wat mainstream doet, alleen dan anders. Ja, alleen dan alternatief, eigenlijk gewoon alle, 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 alle alternatieve mainstream. Ja, eigenlijk alle niche dingen. Je hebt shit voor de massa, dus wat iedereen lekker vindt, Heineken bier en zo. En uh, alternatief is voor mij dan uh, de, de lokale brouwers, mensen die die weet je wel. Uh, Zoals Doc Collins de Collins, inderdaad, ja, ja, dat is, is ook alternatief. Maar uh, ja, je kan in het alternatief kan je nog dieper gaan natuurlijk. Hè? Uiteraard. En, Uiteraard. En, en Dan kom je naar het occulte, het mysterieuze, met, uh, het oude, hoe noem je dat nou, het uh, ancient zeg maar. Ancient aliens en zo. Ja. ja. Nee, nee, uh, zeker. Ik, uh, ik zou daar ook echt uh, in de toekomst. Uh, uh, we deden dat al. Maar uh, wat mij betreft kan het nog meer. Ik vind het ook leuk om naar die uh, programma's te kijken. Dat uh, ja, mensen onverklaarbare dingen in hun huis dat er gebeuren. En zo, ja, weet je wel. Paranormale activiteiten. Ja, dan. maar dan wel... N heel veel is natuurlijk onzin en in, in elkaar gezet. Maar er zitten ook uh, heel veel uh, uh, dingen tussen die, die echt goed gedocumenteerd zijn. Waarbij politieagenten zelfs de getuigen waren. En, uh, en uh, echte onderzoekers die... Uh, die daarmee te maken hebben. Ken je dat uh, die ene film nummer kamer nummer? Ja ja ja. Ik uh, ben even uh, zal toch niet ik, ik one for seven zijn. Ja, dat zal inderdaad het zijn. In ja. uh, mm. die film, ik weet niet of dat op uh, waarheid gebaseerd is, maar dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel, weet je wel? Zo'n sceptisch onderzoeker die ergens belandt. Nummer 13 natuurlijk of niet? Nee 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 nee. Niet? Room number um, movie. En dan, dan zo'n uh, uh, sceptisch onderzoeker die dat dan zelf onderzoekt en uh, onder... Uh, 1408, oh ja, 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 Nou, wat scheelt het? 148, 147. 6... 147, zit er net één getal naast. Dan had ik de volgende keer moeten komen, man. <laughs> ja, ja. Dan hadden we een synchronisatie gehad, uh, dat wil je niet weten. Van, dan heb ik jou daar, ja. Maar uh, nee, serieus, ik, ik zou daar wel, uh, ook wel uh, steeds meer heen willen gaan. Want er zijn zoveel wonderen in de wereld en uh, uh, mooie en minder mooie dingen. Maar gewoon onverklaarbare dingen. Dat mysterieuze kan, zeg maar. Ik denk dat je dan ook niet. En het maakt me verder niet uit hoor. Wat voor hoek soms plaatsen of wat dan ook. Maar dat je dan niet in, um, ja, in de schijnwerper van een wapje komt te staan. En op zo'n IVD lijst terechtkomt. als zou ik er eigenlijk stiekem wel trots op zijn. Als wij ook op IVD lijst staan. Ja, <laughs> dat is eigenlijk je wel heel eerlijk. Heb je jezelf eens gewopt? Uh, nee. Want je kan jezelf je inderdaad. Dat is ja. digitaal masturberen of zo? Ja, <laughs> switch inderdaad. Een beetje wel het aftrekken op je eigen data. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, de, 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 de overheid moet vrijgeven wettelijk. Uh, um, uh, of ze jou in de gaten houden of niet. En dan uh, of ze informatie voor jou verwerken. Dus dan zie je alle instanties. Maar als daar de IVD bij zit, dan zou die er technisch gezien ook tussen moeten staan. Moet je er wel de staat in vertrouwen die, dat die dat vrijgeeft. Dus dat is wel een beetje dubbel natuurlijk. Maar. Ja, ik, 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 ik heb zoiets van. Uh, als ze dat doen, uh, laten ze wel uh, zien. Uh, dat ze het openbaar ook kenbaar maken, vind ik opmerkelijk. Dat het in de krant kwam dat Jensen, dan. en volgens mij Willem Engel en nog een aantal. Uh, op zo'n lijst stonden. Ja, ja. Ik vond het al vreemd dat dat kenbaar is gemaakt, zeg, Mario. Mario, met de modernste techniek is eigenlijk iedereen de enemy of the state. Dus uh, ik denk dat ze. Maar ze kijken heus wel naar populariteit en wat voor beweging jij teweeg brengt. Zeg maar. ik, ik denk ook wel dat het een hoop bluff is hoor. Dat, ze gewoon, uh, dat het een soort van gedragsveranderingscampagne is om mensen dan te zeggen dat ze op een lijst staan. Of te doen alsof ze gevolg worden. Zodat mensen gewoon ja, een beetje para worden en zo. Ja, nou. nou... Ik denk dat, uh, dat ze Jensen zo en zo daar niet para mee hebben gemaakt en die anderen ook niet. Ik denk dat ze juist meer kredietwaarde krijgen onder hun uh, aanhang, zeg maar. Ja, als je je niet gek laat maken, dan, dan kan je er kracht uit dat Ja, je uh... hebt ook figuren die zich constant achterna gezeten voelen en zo. En uh, dat uh, echt in alles een, uh, een zware... Uh, complot zit elke auto die achter ze rijdt, of zwarte helikopters. <room> ja, ja, ja. <tiedat> nee, man, die zwarte helikopters is gewoon interessant. Ik, ik maak daar ook geen geintjes mee. Ik neem het echt serieus dat het wel eens iets gek zou kunnen zijn, omdat daar. Een ja, best wel een verhaal achter zit. Want het zijn niet normale helikopters schijnbaar. Hè? Het zijn interdimensionale helikopters. Interdimensionale helikopters juist, juist. En, uh, kijk, ik heb, ik, hier ik natuurlijk... heb het hier een keer met Chris Volkers over gehad. Die is proper. Uh, wordt hij lastig gevallen door helikopters. Vindt hij zelf. Wij kijken daarnaar van. Oké, okay, daar komt dan die stekkers uit. Nou, ik geloof helikopteren... hem zo hoor. Ik geloof maar hem zo. Hij was hier. En er komt een zwarte helikopter hier. Nou. Ik heb het samen met hem gezien. Dus... <laughs> Snap je? Ik, ik, ik geloof het zo. Ik neem mensen zijn sowieso niet. Uh, als ze zoiets zeggen, dat ik zeg dat het niet zo is. Weet je wel? Absoluut. Het zou zomaar kunnen. Ik heb wel eens gehoord dat dat. Uh, uh, eigen soort van militair kabal is. Van die Secret Space Program. Die uh, eigenlijk uh, soms met hologrammen. Maar soms ook gewoon een. Uh, uh, de piloot die daarin zit. Die kreeg gewoon zeg maar een. Uh, Opdracht om naar die en die plek te vliegen. Dus die weet er ook zelf niet vanaf. Maar ik heb één keer een absurde video gezien. En dat was een gast die het shapeshift fenomeen uh, heeft geëxposed. Uh, ik denk 15, 20 jaar geleden. En die werd dus zwaar lastiggevallen. Want hij ging die shapeshifters op tv onderzoeken. Of het nou echte shapeshifters waren of camerabeelden invloeden waren. En hij kwam echt tot. Uh, Absurde dingen en ook hij werd door zwarte helikopters, uh, dat had, had hij dus op beeld staan, maar heel dreigend hè, echt heel dreigend en heel dichtbij. En uit die zwarte helikopters kwamen ook nog eens een uh, aantal mini drones tevoorschijn. Mini? Ja, van die hele kleine rondjes in de tijd dat, -dro dat drones überhaupt niet... Uh, die daar doorheen vlogen, wat hij zelf niet eens door had. En later had hij dat gezien. En die gast schijnt ook wel onwijs lastig gevallen te zijn. Ik ben zijn naam kwijt. Misschien dat sommige mensen in de reactie dit kunnen plaatsen. Er zijn wel video's van hem die, die heel lastig terug te vinden zijn trouwens. Maar op, misschien dat we ze nog wel kunnen terugvinden een keer. Misschien. Kan jij het delen of ik doe mijn podcast. Maar um, ja, dat was ook wel absurd, ja. Maar wat moet ik me voorstellen bij interdimensionale helikopters? Dat dus die helikopter ja. een soort van vessel is om mee door dimensies te reizen? Of... Ja, ik heb gehoord, en dit, ik ben hier geen expert in, dat die chemtrails daar ook mee te maken hebben. Dat, er, dat uit chemtrails wel meer ontstaat, zeg maar. Soms ook gewoon uh, ja, uh, een soort transformatiepoorten, zeg maar. Waar ook die zwarte, zwarte helikopters uit kunnen... Ja, dit is... Uh, we gaan nu natuurlijk heel absurd ver. Ja, en noem, ik zeg noem, niet dat het zo is. moet ik zeggen dat ze dan een rondje maken met chemtrails. En dan dat ja. creëert een portal waar dan zo'n ja. helikopter en, doorheen en, komt. en meer dan dat weet ik niet. Het technische verhaal ervan. Maar ik heb wel gehoord dat... Uh, of ufo's, hè, Schepen. Dat het, uh, het... Het is iets om even... Uh, er is zelfs een nummer die heet Black Helicopters. Het is is een goed nummer van Il Bill. En uh, nonfiction Necro. En... Dat gaat daar ook indirect over. En uh, het is een fenomeen die ik misschien een keer bij Dutch Matex zou moeten behandelen. Ja. Maar in mijn laatste aflevering heb ik ook even gezegd, even, even uh, ook andere kanten proberen te benaderen. Maar die zwarte helikopters, ja, ik hoor er meer mensen over tijdens meditatie. Dat ze ineens verschijnen. En het zou gewoon een uh, afleidingmanoeuvre moeten zijn. Plus de trilling die achter die helikopter, uh, het geluid dat die maakt. Het is best wel een, een, een ja, hoe moet zeggen? Een, een, een aanvallende trilling, zeg maar. En ja. in je onbewuste uh, wekt het angst aan, zeg maar. En ja, je hoort het altijd heel goed hier. En je hebt hier de, de, de uh, medische helikopter van Radboud, die vliegt hier altijd overheen. En uh, dat hoor je gewoon heel goed. Ik zit ook altijd te kijken op Flight Tracker 29 om, uh, om te checken of ze geregistreerd, geregistreerd staan. Dat had ik overigens ook gedaan met die helikopter die we me met z'n tweeën uh, dood aan het aankijken waren. Gewoon recht in de recht, gewoon zagen we hangen. Uh, of hij vloog voorbij, zwarte helikopter, en ik ging hem meteen opzoeken, ongemarkeerd. Ongeregistreerde zwarte helikopter inderdaad. Dus vandaar dat jij die uh, interdimensionale weliswaar uh, voor mogelijk zou kunnen achten, dat hij niet op de radar uh, ik, te ik, zien ik, was. Ik weet dat er, ik heb er is vage gaande met helikopters. Maar ja, dus er is natuurlijk ook gewoon heel veel normale gaande met helikopters. Maar daartussen is ook vage gaande met helikopters. Uh, alles tegelijk kan bestaan ja. wat dat betreft. Er zijn groepen dus, uh, schijnbaar, uh, het dus schijnbaar labirintgroepen die door tijd en ruimte heen reizen, zeg maar. En uh, elke keer als een fenomeen plaatsvindt... Uh, daar zijn die men in black groepen... en daar zijn die zwarte helikopters ook aan gekoppeld. Dat zijn groepen voor mensen dan die... Uh, daar, zo gaat het verhaal... Uh, die uh, echt een uh, uh, fysieke encounter met buitenaardsen meemaken... en dat naar buiten willen brengen. Vervolgens, die tijdreisgroepen... Uh, die eigenlijk uh, via uh, tijdlijnen dan ons manipuleren... die kunnen precies voorspellen dan... Gaat hierover van: Joh, die Peter die kan een gevaar voor ons toekomstige tijdlijn worden. Hij heeft fysiek contact gehad. Hij gaat het in zijn podcast delen. Hij kan wel eens hiermee uh, iets op gang zetten. Wat gevaar dan dreigt voor de entiteiten die over ons heersen. En dan schijnt het zo te zijn dat ze eigenlijk in jouw hologram inloggen. En verschijnen er Men in Black ways, Maar jij ziet ze, de rest om je heen niet. Mm -hmm. Dus ze komen via jouw brein erin, zeg maar. En dat zijn groepen dus die echt. Uh, die hebben totaal niks te maken met die geopolitieke uh, uh, arsenal aan uh, uh, diensten. Of de overheid, ken je ook daar niet eens voor. Uh, ja, een andere dimensie is uh, Putin-Xi. Is Putin-Xi en is uh, Mark Rutte, is uh, Le Pen of uh, is uh, Jensen misschien wel uh, president van Amerika. Of Nicky uh, Tautorio. Ja, inderdaad. Ja, multidimentie betekent dat daar van alles mogelijk is. Ik, ik denk niet dat het exact zo zal zijn. Nee? Ik denk dat in een, in een andere dimensie dat jij het gewoon nog steeds zelf bent. Misschien in een andere wereld dat je een andere avatar hebt enzo. Misschien met een blauwe uh, t-shirt aan? Misschien. Misschien <laughs> heb jij dan wel een... Uh, ja, misschien wel zijn de details anders. Dan kom je bij dat Mandela effect. Maar terug op die uh, groepen dus. Deze groepen zijn ook dus uh, verbonden aan, uh, denk ik, aan de ontvoeringen. Van mensen, maar ook gewoon die dreigementen, zeg maar. Want dat man in Black blijft een uh, interessant fenomeen, hè. In, in die film is het natuurlijk heel romantisch gemaakt. Maar uh, in deel drie zie je ook dat ze ook door de tijd gaan reizen. Volgens mij, of deel vier. En um, ja, dat zijn wel groepen waar heel vaak naar wordt verwezen, wereldwijd. Dat mensen die, uh, die, die, die benaderd worden, dus door deze groepen, die labyrintgroepen, zijn mannen in... Uh, dit hoor ik dan, hè. Wat, wat, wat ik in dit geval van Martijn heb, eigenlijk heb ik het nergens anders gehoord, is dat het soort van uh, onderzoekers zijn. Uh, uh, witte doktersparade, ik heb het niet eens in onze eigen podcast gedeeld, dit weet je, omdat ik er zo weinig van af weet. Maar uh, die, die zijn dan ook heel erg bezig met, het, uh, met de mind control, hm. maar ook weer op een interdimensionaal level. weet je wel. En die worden ook dan bij oorlogen schijnbaar ook vaak betrokken als er ergens een genocide plaatsvindt. Zijn hun intussen met hun onderzoekjes bezig. Ah. En als die oorlog voorbij is, wordt alles opgeblazen. Ziekenhuizen, vaak in ziekenhuizen. Waarom, waarom worden ziekenhuizen opgeblazen? Schijnt ook vaak daar te gebeuren. Maar dit is allemaal schijnt geen direct bewijs. Zeggen, Ik vind het leuk om erover te hebben. We, dus, we dus, zeggen uh, dat niet alleen Hamas uh, Stargates onder ziekenhuizen verstopt. Uh. Ja, i, i, weet je, um, het is leuk om erover even te praten. zo. En uh, mensen dit besef naar binnen te laten komen. En uh, Wellicht in de toekomst, als er iets gebeurt, dat je het hier daarna aan kan linken. Dat je meer referentiepunten hebt. Daarom doe ik dit, weet je. Ja. Plus dat ik het online interessant vind. Want dit gaat dus buiten uh, science fiction om. Uh, dit is een soort science fiction eigenlijk waar we over hebben. Wat eventueel een realiteit zou kunnen zijn. Ja, dat wordt, dat dat, maakt dat, maakt dat het gewoon... wordt steeds minder fictie allemaal. Ja, he? maar dat is eigenlijk dus. Een, je komt in een film waar je zelf een onderdeel van uit zou kunnen maken. Stel je voor dat het klopt. Normaal kijk je een film, het is maar een film. Maar je kijkt nu naar deze werkelijkheid. Dat je denkt van wauw, uh, ik sta nergens meer van op te kijken. Net is de enige realiteit die je gedeeld krijgt. Hè? Dat, Zeker. Uh... Maar, uh, ja, maar je zat bij Steven Greer had je, die uh, disclosure. Hè? En dan kwam dus een van die mensen kwam dus met het verhaal dat er een. Uh, een uh... Uh, um, een black budget program is die uh, binnen de overheid, die dus die ufo's gebruikt om inderdaad allerlei mensen smukkel en drugsmokkel en zo te bewerkstelligen. Ja, in uh, Brazilië was er één gevonden, of ergens ja, in niet... Peru, yeah. was er een uh, gast uh, die in het leger zat, die, uh, die, die waren daar per ongeluk terechtgekomen en zagen ze ineens ufo met een paar honderd kilo coke. Yeah, dat yeah. is toch een geweldig verhaal voor een film. ja. Dat is, is, toch, geniaal, ja, ja, dat is ja. toch een geweldig verhaal. Ik zat ook aan het denken van, wij zitten allemaal uh, heel erg zo van, van aliens en multidimensionaal moeilijk te denken en zo. En dan is het straks gewoon de overheid die een beetje druk zit te smokkelen en ufo's. Dus, uh, <laughs> ja, dat is, als dat het zou zijn, zou, zou het echt een heel mooi verhaal zijn natuurlijk. En, uh, ook wel een uh, beetje een anticlimax. Ja, uh, kijk, die black budgets, die moeten gefinancierd worden. Yeah. En uh, zij hebben gewoon de mogelijkheden om alles te doen, legaal al dan niet illegaal. Stel je voor... Stel je voor dat, dat jij uh, de bevoegdheid hebt om niet opgepakt te worden. Je kan niet gearresteerd worden. Wat voor mogelijkheden er open gaan, ook in het illegale circuit. Dus als zij de mogelijkheid hebben. Ze hoeven zo en zo uh, de grenzen niet over. Met helikopters werd het altijd vervoerd. In lijken, in babylijkjes, in dode lijken van militairen werd drugs vervoerd. Dat is oud nieuws. Het zou me niks verbazen wat die vent zegt. Dus met andere woorden, weet je. Ja. Maar ja, in hoever ja hoe. Nou, nee. Hoe ver is het credible? Dat is, maar uh... wat hebben we eraan? Omdat, het is een interessant verhaal, maar uh, ik, ik, ik vind die Grush wel interessant. Die, die Peter Grush of zo, uh, die nou naar, naar buiten is gekomen met, die, met het verhaal dat er ook lijkjes zijn. En met, die ziek, uh, met die Nesca mummies uh, de, de, de Nu de belangrijkste getuige, die buiten Stephen Greenholm is gekomen. Die je gewoon echt bij die uh, Taskforce uh, NASA uh, bijeenkomsten ziet. Oh, ja, 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 David ja, die... Grush? Ik weet het even niet. Is dat van die uh, officiële van die hearings? Military? Van die US van die hearings. Ja, ja. nou, oh, ik weet niet of ik iets met het beeld bij jou heb gedaan per ongeluk. Zit no, alles zo goed, toch? Um, wat ik uh, heel boeiend vind, wat die man vertelt. <laughs> hij vertelt meer dan ik ooit had kunnen verwachten, zeg maar. Want hij heeft het ook gewoon over uh, dat het niet allemaal per se uh, vrolijke bedoelingen hoeven te zijn. Maar de, de, de wezens die die UFO's of die ja. UFO's besturen, dat dat allemaal misschien uh, uh, malefieden Nou, hij heeft hadden. het vooral over, hij heeft dat niet zo direct gezegd, hij heeft het, hij heeft het over uitwisselingsprogramma's. David Grush. Ja, David Grush, juist. Ja. Hij heeft het over uitwisselingsprogramma's, maar daar mag hij dan, en dus niet over spreken, daar zit volgens mij uh, de, het ding erin, uh, want daar komt national security aan te passen, nationale... Maar deze gozer was toch wel, die was toch wel heel erg overdreven. Uh, nou, ik, ik, en, en, uh, ja. ik heb geen bewijs, maar ik geloof die gast. Want ja? ik heb niet alleen die hearings gezien. Ik heb ook een aantal uh, podcasten gezien waar hij in is geweest. En daar laat hij toch wel iets meer in los. Het feit dat hij überhaupt over, over, uh, over die lijkjes heeft. En uh, uh, eigenlijk heeft hij het over die Secret Space programs alleen anders benoemd. Maar dat er ook interactie dus is met die wezens. Nou, dat, dat vind ik nogal wat. Ja. En dat is het ding wat ik hier onderzoek. Ook in het boek gaan we het ook wel over hebben. Maar ook het feit dat hij dat benoemt. Maar hij mag er dus niet over praten, omdat het met uh, national security te maken heeft. Dus de, hij mocht uh, dan tegen die rechter wel uh, in een aparte kamer alles over vertellen. Maar niet aan ons. Dus eigenlijk kan hij gewoon zijn mond niet openen. Maar toen was hij bij een podcast en die jongens vroegen hem een aantal vragen. Waar hij geen antwoord op gaf, maar hij gaf er ook geen ontkenning op. En dat waren wel best wel vragen waar, wij, waar ik het in Dutch Matrix over had. Is gewoon de interactie met die aliens, man. In ja. die geheime militaire groepen. En daar komen die black helicopters en al die shit. Kom daarbij bij kijken. En hij hoefde hier niet alles over te weten. Maar hij heeft gesproken met mensen die zijn meerdere waren. En toen hij de leiding kreeg, want hij kreeg de leiding om dit te onderzoeken... Uh, kreeg hij heel veel informatie binnen van mensen die hij al 20, 30 jaar kent. En toen zei hij ook: maar, Wisten jullie dit al die tijd? Zij zeiden ja, maar hebben jullie mij dit nooit verteld? Nee, want hij geloofde tot een paar jaar geleden niet in het ufo-vendomein. Nee. Hmm. Totdat hij dus de mogelijkheid kreeg om hè, dit onderzoek te gaan doen binnen de... Ik weet niet via wie het gaat. Via de Navy, Air Force? Ja, dus de... de, de nee, de... de uh, con congres, congressional hearings zijn het. Dat dus wordt georganiseerd door het congres. Uh, Amerika-congres. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ik, ik had die laatste keer Bram Rosa zitten van UFO, UFO, UFO meld heb ik gekeken een stuk man ja en, en uh, hij staat er vrij nuchter in. maar als hij zeg maar zijn hele scope van meldingen en alle verdiepingen die hij heeft gedaan uh, uh, de conclusie moet trekken dan zegt hij ook van ja die, die UFO's dat kan maar zo een, een of de multidimensionaal fenomeen zijn en alsof we zitten te kijken naar denken te kijken naar objecten uh, terwijl dat ook um, ja misschien dingen kunnen zijn die door een andere dimensie passen of meerdere dimensies die met elkaar een knup zitten of inderdaad wel iets van een wezen die iets manifesteert en dat er dan een soort van portal open gaat. Je, je, heel veel van die dingen die UFO hearings en uh, die beelden die je hebt, die dan ook altijd vaag zijn. Maar ja, misschien is daar een reden voor. Misschien is het hele fenomeen ook heel vaag. Uh, dat 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 idee dat het een soort van schip is, uh, dat het ook iets heel anders kan zijn. Hoe sta jij daarin? En en. Uh, ik ja. denk dat uh, wat, wat anderen ook zeiden. Hè, wat, wat, waar we natuurlijk wat elke keer terugkomt: je hebt die uh, man-made UFO, UFO's, geloof ik wel dat ze hebben. Want dat die hele Secret Space Program is daarop gebaseerd, onder andere. En je hebt natuurlijk interdimensionale groepen, waaronder ook misschien onze kosmische familie vallen, die zich uh, op bepaalde momenten uh, hier kunnen uh, laten zien uh, op bepaalde manieren. Dus uh, ik denk dat beide klopt, man. Ja. Ja, het is wel, ja, het is, als je dit bekijkt vanuit de matrix, vanuit uh, uh, het, uh, het, uh, ja, dat wij allemaal in een soort van hallucinante uh, uh, constructie zitten, mm -hmm. um, dan kan je je toch afvragen van wat gebeurt hier? Worden we geprepareerd? Is dit iets waar we dan... Uh, want ja, dan, dan, dat kan geconstrueerd worden, die fenomenen. Als we met z'n allen dan in zo'n um, matrix zitten van perceptie. Um, um, het kan natuurlijk ook gewoon een, 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 ja, een, een preparering zijn voor, voor iets wat er moet gaan komen. Uh, voorbereiding bedoel ik. Ja, ja uh, daar maken we zelf ook een onderdeel van uit, natuurlijk. Um, van beide kanten, uh, van verschillende lagen, uh, worden we wel een soort van ook wel beïnvloed. En daarom is het belangrijk, waar ik vooral uh, nu op het punt ben, om daar, uh, en daar ben ik al een paar jaar mee bezig, maar ook gewoon te kunnen herkennen. Van uh, wat moet je vertrouwen en wat niet, weet je? Wat laat zich zien. En, uh, en niet te bang voor zijn. Maar ja, we worden voorbereid aan de ene kant, misschien door die uh, controlerende groepen. Om een, uh, om een controlled disclosure over alien fenomeen te geven. Dus dat ze op een gegeven moment wel buitenaardse laten zien. maar die eigenlijk onder Orion-groepen vallen. Dus binnen de matrix zitten. Waar, waarbij we misschien wel iets vooruit gaan. maar niet tot de kern komen wie we nou werkelijk zijn geweest. Dat is denk ik, denk ik wat ik de Project Bluebeam noem. Maar of er komt Project Truebeam, het, de ware, ware straal, en dat is contact met onze kosmische familie, die zich kan laten zien. Hmm. Nou, aan ons is het dus uh, te kunnen herkennen via voelwerk, niet via denkwerk per se, voelwerk, om te kunnen kijken van uh, wie zijn wie. En het zou mij niks verbazen als we over een aantal jaar, of misschien eerder, ik weet het niet... Ja, tot die, uh, in die tijd gaan komen wanneer die discussies worden gevoerd. Want dan komt er natuurlijk, uh, als die negatieve kant is, wat ik denk, dat gaat heel goed gepaard met nieuwe world order, maar ook nieuwe religious order. Dus daar komt de vraag weer uh, voor veel religieuze mensen, maar ook voor atheïstische mensen: dat er toch iets meer bestaat wat betreft atheïsten, wat betreft religieuze mensen, van wie is dan God? En. Ik denk dat dat een hele leuke tijd gaat worden. Ja. ja als ik het goed begrijp, dan. We zitten dus. Ja, natuurlijk, we zitten altijd in een transitie. Maar we zitten nu dan in een specifieke ja. uh, grote transitie. Die, die overgangen van onze sterbeelden, van vis in de waterman. Ja, we uh, zitten wel in meer transities. Hè? Ja, volgens mij kom je zie heel mensen, veel samen. Het, uh, mensen transformeren van man-vrouw, vrouw-man. <laughs> uh, dus het is echt sowieso zo zo een transformerende tijd. Die kan het niet eens meer bijhouden. We transitioneren van democratie naar uh, uh, dictatuur. Ja. Nee, maar zoals ik zie, want we gaan dus met z'n allen in een transitie de komende honderd jaar. Of we zitten er al in, we zijn er al mee bezig. En uh, volgens mij is die munt nog niet gevallen. Volgens mij kan die munt twee kanten opvallen. Ja. En um, heb je het idee dat uh, dan mensen zoals jij en ik, hè, gewoon hele normale mensen, die dan op een of andere manier misschien uh, uh, in de weg zitten van, 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 die, van, van het, het vallen van die munt naar een of de andere kant um, in onze omgeving, dat we dan zeg maar tegengewerkt worden? Uh, ja. heb, je, heb je dat wel eens ervaren? Um, uh, ja, stel je voor, je gooit die munt. En uh, als die munt valt, kunnen er uh, niet twee mogelijkheden zijn... maar triljarden, honderd triljard mogelijkheden. Hmm. Ja? Dus je gooit de munt. Tijdens het gooien, tijdens het draaien van dat munt, gebeurt heel veel. Die groepen uh, weten dat als mensen... dan komt dat creatiekracht, kwantumfysica in zicht... Als we een beetje op één lijn zitten globaal. Uh, munt naar hun zin kunnen laten gooien. Voor een betere wereld voor de mensheid. Wat zij doen, is hier constant events overheen plakken. plus mensen die dit kenbaar willen maken, inderdaad, tegenwerken. Hmm. En dat is precies wat er gebeurt. Elke keer als uh, de munt moet vallen, uh, valt het elke keer goed voor de onderdrukkers. En wat wij moeten doen, is met z'n allen ervoor zorgen dat we collectief. Uh, 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 via de juiste frequentie, zeg maar, um, uh, uh, ervoor kunnen zorgen dat de munt juist goed voor ons valt. Ja. En uh, dat vergt dan denk ik een bepaalde energie van je: dat je in een bepaalde energie blijft, ondanks dat zekere gebeurtenissen voorkomen. Um. Heb je, heb, heb je wel eens, want ik bedoel, ik word zelf wel eens. Een, ik heb het een beetje van jou, dat, dat er dan zo'n da, dag van alles fout gaat en zo. Ja. noemde ik dat altijd de wet van Murphy. Tegenwoordig dan word ik nu gehackt door de Matrix. <laughs> en uh, um, ja, ik heb wel het idee van dat je dan uh, jezelf mentaal eruit kan zetten. Hè? Dus alsof je inderdaad vanuit uh, 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 een, een hoger niveau onder aanval staat. Dat doet iets met je gemoedstoestand, waarbij je jezelf in een negatieve spiraal uh, krijgt. En dan kan je bijvoorbeeld afhaken. Ik heb dat een paar keer gehad. En dan, dan, door dan dit in mijn hoofd te nemen, dat ik zeg maar een soort van hoger op een aanval ben... Dan ben ik extra gemotiveerd om juist door te zetten. He, dat het niet, dan, dan kom ik niet in die slachtofferrol. Maar dan kom ik juist in een soort van strijdbare modus. Van, oh shit, we zijn weer om aan de aanval. Dus dit is nu het ja. de, 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 moment om door te pakken, zeg ja. maar. Ja, en als je dat zeg maar hebt... Uh, een paar weken achter elkaar. Dus de eerste twee, drie keer zit je inderdaad zo, haha. Weet je, gaat ze niet lukken. Maar op een of andere manier... Uh, via zeer geavanceerde techniek. wat ik zelfs hier nog straks kan uitleggen in de uitzending. Hm. waar DARPA mee bezig is. zo en zo. op een remote level. jouw gemoedstoestand te beïnvloeden. en dat soort dingen. dan kan je je ook voorstellen dat dit soort entiteiten. dit zouden kunnen doen bij jou. maar dat kunnen ze dus alleen doen. wanneer je niet, jij niet. Uh, in jouw zelf staat. en via je hart uh, opereert. dus hm. dat doen ze op momenten. wanneer er een paar uh, tegenslagen zijn. Een paar achter elkaar. Hup, je bent geswitcht naar die, laten we zeggen, Argontisch netwerk. Hè? En dan uh, gaan zij heel subtiel daarop inzetten. Mm. Ja, ik heb daar inderdaad ook mee, uh, vaker mee te maken gehad. Iedereen, ook mensen die kijken. En het maakt ook verder volgens mij niet uit. of je een podcast hebt, of dat je thuis zit en kijkt. Want ik geloof dat één persoon misschien meer invloed kan hebben. door uh, op een verjaardag iets te zeggen. Hè? tegen een juiste persoon. voor een wereldtransformatie dan misschien honderd podcasten bij elkaar. Maar uh, wel mensen die hier actief mee bezig zijn, uh, uh, hebben ermee te maken, uh, met tegenwerkingen die ze eerst niet hadden. Ik heb dat drie weken lang gehad, daarom heb ik vier weken niks kunnen uitzenden. Uh, omdat ik sowieso ook wil als ik iets uitzend, dat, dat er ook goede energie in zit. Want uh, als ik bijvoorbeeld bepaalde uh, uh, rapartiesten luister, ik vind het heel fijn als ik een cd aanzet. En dat elk nummer bijna goed is. Mm. En niet dat er drie goede nummers tussen zitten en vijftien uh, slechte nummers. En dat hoop ik ook bij Dutch Matrix, als ze naar die kanaal gaan. Dat er zoveel mogelijk gewoon goede video's in staan. Kijk, het is niet voor iedereen altijd alles goed. En, dus wat, en, en, en wat is goed? Ja, en wat is goed, precies. Maar wat ik zelf dan goed vind. Ja. Waar ik zelf in ieder geval dan achter sta, weet je wel. Want ik heb ook afleveringen die ik zelf niet zo goed vind. En, en ander zegt, dat is de beste aflevering van, je, van al die afleveringen. Terwijl ik het niet zo vind. Wat en jou, vice versa. Wat zijn jouw favoriete afleveringen van jou? Uh, zo, uh, die paperclip komt niet eens op nummer 1, maar het is wel een goeie. Uh, er zijn vaak de laatste afleveringen, omdat, omdat, omdat daarmee energie nog in zit. Mm. Dus ik vind bijvoorbeeld die laatste met die bing bong uh, ding. <laughs> bing bong, ja. Nou, dat kapot gelachen. Ja, nou, nou uh, daar uh, ja, nou is het nog zelfs een soundclip geworden in de Discord. <laughs> bing bong. Nou, <laughs> ik, ik ga je wat vertellen daarover. Uh, dat heeft precies te maken met die tegenwerking dat ik die bing bong tegenkwam. Ga ik je straks vertellen. Maar even wat betreft favoriete afleveringen, ik vind op dit moment bijvoorbeeld die laatste van ons, uh, 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 de Project TrueBeam, Collectief Ontmanteling, omdat ik daar echt iets uh, bepaalde energie bij voelde en zo. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, Russische uh, uh, X-files, helemaal niet goed bekeken, vind ik dan, iets van 11.000 keer, waarvan ik denk van, wow, maar dit. dit, dit dit, vind ik, dit had gewoon 20 uh, kunnen halen en zo. Maar nogmaals, het is aan de kijker. Weet je wel hoe dat uh, precies in elkaar zit. Maar uh, wat die bing bong betreft. So, uh, ik zat dus met die tegenwerkingen twee, uh, twee weken of zo. En op een gegeven moment ho uh, hoorde ik een rapper. Ken je die rapper Il Bill? Necko, Ill Bill, no fiction. Van, ja, dat zijn ook een beetje heen. conspiracy rappers, ja, okay. maar waarom ik naar hun luister? Self-titled Army of the Pharaohs. Ze hebben de hip-hop zeg maar van jaren negentig. Hebben ze gewoon uh, hoor je nog steeds terug in hun nieuwe nummers? G gerevamped. Nou, ze hebben wat mij betreft hip-hop hoe die hoort te zijn nee. live gehouden. En daar zijn gewoon gasten uh, uit New York, maar ze worden nu uh, vergezeld door Exhibit, Wu-Tang Clan, um, uh, Corrupt. Des gewoon echt, iedereen maakt nummers met ze. Ze worden gewoon zwaar erkend nu. Ik ga even staan door het verhaal. Die Eel uh, Bill had een CD gemaakt met NEMS, Gorilla, Gorilla NEMS. En Gorilla NEMS is ook een rapper uit New York. En ik dacht, wow, die gast klinkt wel vet. Ik ga wat dingen opzoeken. En in, ineens hoorde ik een nummer: Bing Bong, weet je wel? Ja. En ik heb dat nummer goud gedaan. Thuis mag ik het niet meer zeggen, want die kleine van mij die herhaalt dat de hele dag. Die vindt het geweldig. Want die vrouw helemaal wordt, de, gek, ja. wordt er helemaal gek van. En na die aflevering, dus. Ik zei tegen mijn vriendin: ik wist niet wat mensen ervan zouden vinden. Ik dacht, straks gaan ze het helemaal afkraken. Ik zeg: Ik heb die bingbong gedaan in de aflevering. Zij zegt: Nee, hè. Je hebt zojuist alles verneukt. wat je tot nu toe hebt gedaan. Waarom doe je dat? Echt, kinderen, weet je wel. En ik dacht: ook. fuck, straks gaan ze het verkeerd op. Maar nee, mensen hebben goed opgehouden. Waarom? Omdat die bing-bong iets bij mij deed. Dus het is niet bing-bong. Het is de trilling die daarachter zit. Wat voor mij zei van, nu word je even twee weken tegengewerkt. Dit is een tussentijdse slaap. Bing-bong, even wakker worden tussentijds. <laughs> Dat kwam bij mij binnen, die trilling. En ik dacht, nou weet je, als er een paar mensen het begrijpen, vind ik het prima. Maar heel veel mensen begrijpen wat ik daarmee dus bedoel. Maar wat blijkt nou? Die bing-bong-ding. Die gast die, had een, uh, die werd door een grote podcast uh, uitgenodigd. om mensen op straat te filmen. En toen zei die bing-bong, bing-bong. En toen is die, uh, dat ding in uh, Amerika al twee jaar geleden viral gegaan. 1 miljard views. Oh jezus. Op, uh, TikTok, dat, dat, uh. dat, dat ontdekte ik later. Op TikTok. En op, uh, die gast heeft een eigen podcast. Plus hij maakt fucking goede muziek. Daar ging het mee om. Maar hij gaf dus die trilling mee van. Waardoor ik. Uh, tussendoor bij die tegenwerkingen dacht van... hé, hey, ik ben er nog, snap ja. je? Dat was het ding erachter. En zoals het altijd met mij is, dat voelde ik op dat moment. En dat probeerde ik dan in die aflevering te, ver te verwerken. En het was gewaagd, want toen ik het dropte... dacht ik, of dit gaan ze heel goed vinden... of ik word nu echt zwaar hier uh, afgemaakt. Ja. En wat blijkt? 99,8% likes en... Niet dat je daar vanuit moet gaan, maar het zegt wat: 99,8% percentage van positieve likes. Plus van de laatste 30 video's, hoogste likes überhaupt met deze views. Ik kreeg al, al, allemaal grafieken, wat ik absoluut niet had verwacht. Maar wat wil ik ermee dus zeggen? Dus die bing-bong heeft me tussendoor even opgepept, weet je. En twee, durf ook gewoon iets geks te doen tussendoor, weet je. Want we spelen vaak op C4. Ja, de, de, de grap is, want ik, ik, ik legde de link helemaal niet met, met een nummer of zo. Ik, ik kende dat helemaal niet. Maar wij zaten dat te kijken en de eerste keer deed dat, weet je wel. Bing-bong. En wij dachten al van, oké, okay, zal wel, hè. Joh. Soms doe je random shit. Dat was de, Het de refrein. Kwam... Maar het kwam dus drie of vier keer terug. En op een gegeven moment, dan, ja, als je dat met genoeg zelfvertrouwen doet, dan wordt het gewoon een dingetje. Ik, ik heb ook niet opgezocht waar dat van is of zo. Het was gewoon dat dingetje wat jij deed, die aflevering. Dat is die ik... trilling die je dus voelde daarachter, die daar zat. Het gaat niet om het voorwerp. <laughs> ja, het, de... het zal wel iets voor hem betekenen, weet je wel. Dat het is gaat uh... om de in informatieveld, dus die daarachter zit, die was voor mij dus positief. Het deed mij dus tussentijds weer ontwaken. En even power geven om weer een nieuwe aflevering op te nemen. Ja. Snap je? En um, hoe heet het? Uh, ja, net wat ik zeg. Um, mens, dit was niet eens iets bijzonders. Maar soms moet je gewoon eventjes, ik weet niet. Uh, het, het werd mij ook te eentonig op een gegeven moment. Van die eentonige gesprekken. Ik probeer het echt zo dynamisch mogelijk te houden, weet je, in de podcast. Of niet opnemen, liever niet opnemen dan. Dan er zoveelste weer op uh, automatisch piloot uh, zitten met je gasten. Ik probeer elke aflevering zit een refrein in. Ik ben door hip hop geïnspireerd. Elke afrein, uh, aflevering zowat heeft een eigen refrein. Deze was Bing Bong. Andere is van uh, bijvoorbeeld die ene met Cyber Satan. Was Wil je dat? Wil je dat? Maar daar zit een heel verhaal achter wat dat is. Pas als je die aflevering hebt gezien. Anders kan ik het je nu niet uitleggen. Soms maak ik geintjes die maar drie mensen begrijpen. Mijn vrienden. Andere mensen denken, waar de fuck heeft hij het over? Maar ik wil die drie mensen laten lachen. Snap je? En ze kwamen naar me toe. Ja, hij kan het ook. Hij kijkt ook. Eentje kijkt ook naar jou. Hij zegt: Dino, jij. Die, man, mensen begrijpen niet wat je zegt. Maar wij liggen in het deuk. En ja. dat je dit alleen voor ons doet, dan. Ik zeg: Ja. Ja, dat doe ik dan ook. Ja. ja dat is het wel inderdaad. Ik heb. Uh, on, onder deze. Tegenwoordig ik heb een nieuwe intro-track voor, uh, voor de podcast. Dat is ook een hip-hop-nummer. Dat ik zelf heb uh, ingesproken en zo. Mm -hmm. Ik ben ook maar uh, aan de hip-hop begonnen. <laughs> yo, yo. Ja. Ja. Ik... Het is, uh, het is uh, ik, ik, vind het, ik vind het enorm, no, 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 boek. wil je het boek eens even uh, Zeker, zullen, even zullen we tussendoor even zeggen, ik weet niet of mensen toevallig uh, uh, iets anders aan het beeld hebben gezien. We zijn een even experiment uh, gestart, ik heb even twee van mijn camera's meegenomen, waarom? Omdat ik laatst een aflevering van Peter zag, maar dan op een groot scherm en ik zag gewoon pixels tussenkomen en ik dacht bij mezelf weet je hij heeft, je hebt nu iets van 5000 volgers uh, ik vind dat zo'n podcast gewoon een perfect beeld moet hebben ook bij een groot scherm heel veel mensen kijken via een groot scherm en misschien dat het mensen motiveert om je misschien ook daarin te steunen weet je ik bedoel dit hebben we niet afgesproken was 100% mijn idee maar uh, ik ben benieuwd straks dus ook als we dit terugkijken op groot beeld of je het verschil ziet. Het ja, is, is, is crisp die... als fuck, ik zie het nou ja. al. Dit, is echt, uh, dit, is echt, uh, dit zijn echt goede camera's. Oké. Okay. Maar, maar okay. Mag ik, mag ik, hoe, hoeveel kostte die Als ik, vraag mag? ik heb ze vier jaar geleden, toen de tijd, misschien wel ja, vier en een half jaar geleden heb ik ze gehaald voor, uh, ik dacht, 900 of 1000, rond de 1000 waren ze. Per stuk. Uh, ja. yeah. Joe Rogan heeft de type die net iets... Uh, Beter is misschien, duurder, 300 euro meer. Maar die gast blijven ze filmen. En wat ik er relaxed dus aan vind. Als je een camera hebt, moet het gewoon een camera zijn. Geen telefoon. Of zo'n uh, half fotocamera. Deze zet je aan en je kan erop vertrouwen. Dus het is even voor mensen te motiveren. Uh... Ik neem normaal, neem ik op met, uh, met, uh, met, met, met deze jongens. Even kijken. hier. Met, 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 met kleintjes inderdaad. En ja, je ziet wat deze camera's die, want deze die voor mij staat nog zelfs. Uh, dit pakken zoveel meer licht op. Ja. Hey, ik moest die voor jou nog een stuk terugschalen. Die voor mij zou ook nog eens terug, terug, een stuk teruggeschaald moeten worden. Maar deze moet ik dus echt helemaal vol aanzetten. Wat je dan krijgt. Uh, ISO-waarde heet dat. En dan gaat die beeld versterken digitaal. Dan krijg je ruis in beeld. Ja, ja dat zag ik dus. Um, ik heb hem zelf uh, wat uh, lichten gegeven. Ik ben een lightworker, dus... Uh, <laughs> ja, ik ben, maar ben dan een niet omdat... Het ik had eigenlijk stiekem gehoord dat je die licht aan zou zetten... had je nog beter beeld misschien gehad. Maar uh, het licht doet ook heel veel, denk ik, hoor. Nou, hij is, hij is wel echt... Uh, ik denk ja, ik dat ben ben deze, ben deze, deze echt... Want ik zie ook helemaal geen ruis, niks. Dus dit nee. is echt... Uh, nou, is mooi, echt nice. man. Dit is misschien gewoon... Een podcast vindt... HD is de, wordt dit ook gewoon. <laughs> ja, ja. <laughs> ja ik bedoel, uh, je verdient het toch? En uh, ik dacht, ja, uh, ik gooi het er even in. Dus ja. Misschien is er een leuke, hoe noemen we dat nou? Zo'n Kickstarter-campaign of zo'n zo'n zo dingen die dan voor 2000 euro. Die ja, camera's direct gebonden. Zoiets. Ja, want het, is wel, uh, het, het, is, het zijn wel echt goede camera's. Het is mooie shit. Bij de Bosper Insect ik dan vaak de camera's van Erik. En uh, die heeft ook inderdaad zulk soort camera's. Mm -hmm. uh, en uh, je ziet dat meteen uh, dat zoveel beter. En vooral inderdaad dat je gewoon in het, in het donker of met donkerder licht kan gewoon heel goed beeld schieten. Dat is heel waardevol. Ik zie dat Erik uh, café Welsmers heeft overgenomen. Yeah. Of overgenomen. <laughs> ja, 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 ja. Dus, dus, ja, ja. Met, met die ene vrouw. Hey, Erik, succes ermee, joh. Hey, uh, ik hoop dat jullie er wat van maken. Want uh, het, het ging ook niet zo echt heel goed met kijkcijfers daar. Ja, nou ja, als je ziet, Welsmers heeft iets van 200.000 abonnees. Of wat meer volgens mij zelfs. Nou, 100. 30 zo. Ja, zoiets. Echt, echt uh, flink, echt gewoon een ton aan abonnees. En dan die video's, die, die, die halen dan inderdaad. Uh, sommige maar 4 Misschien uitschieten naar 11.000. Maar uh, ze halen daar niet meer views dan dat jij haalt op jouw kanaal. Ja, uh, ja en, en ik zit in mijn eentje zonder team. Yeah. Uh, ik heb uh, uh, Ersan die af en toe wat doet. Hun hebben miljardairs achter zich zitten. Uh, je, is ja. Familie Poot uh, is dat hè. Uh, Zeg maar een poot met familie erop. De familiepoot. Uh. Ja. Nee maar Erik, ik hoop uh, dat, dat, dat ze het gewoon goed gaan doen. Ik hoop het echt. Want uh, hoe heet het, uh, ze zijn toch wel een van de eerste geweest, weet je? Ja, ze willen poppenkast.tv weer. Uh, of in, ja, in ieder geval, ze krijgen heel veel vragen van mensen die poppenkast.tv Ja Nou, willen wie zien. weet, wie weet. Dus succes, Erik, man. Uh, ja. Wordt wel oorlog hoor, als Poppucast.tv terugkomt? Ja, dan, dan gaat het weer uh, een spel opnieuw beginnen. Het <laughs> ja. wordt een saga. Het wordt echt een derde deel. Star Wars 3. Voor dat. Mo moeten, zouden, zouden misschien wat meer multidimensionele fenomenen in, uh, op Weltschmerz moeten komen? Want het is altijd wel heel erg politiek nieuws, best wel, um, ja, hoe noem je ja. dat, uh, 3D materie, zeg maar. Peter Tonen, dat was een hele goede zet. Dat ze Peter Tonen een eigen programma hebben laten doen. Ja. Niet omdat ik daar ben geweest, maar omdat er ook heel veel andere schrijvers met mooie inzichten kwamen daar kwam het ook steeds dichter bij dit uh, internationale andere dimensies. Ik heb er ook wat uh, toen in mijn interview proberen naar voren te gooien, juist omdat het nooit bij Café Welsmis werd gebracht, bij de bo uh, Black Box ook hoe heet het nou de Box, dat soort programma's. Maar ik denk Black dat, box, ja, ja Black Box, ik denk uh, dat het gewoon uh, dat, dat die dat publiek daar gewoon nog niet voor klaar is. Uh, ten eerste. Ik ben verrast door John Luca. Ik dacht dat hij ook die, die kant op zou gaan. Hij had het laatste interview gezien met Flavio en. Uh... Nee, die niet, oh. maar wel die met Baudet. Maar um, ik, uh, ik was verrast dat hij Marcel Messing toen uitnodigde. En ook hierheen durfde te gaan, want dit is geen veilige haven, zeg maar. Hmm. Ook niet voor je, voor je donateurs, snap je? Want mensen willen je doneren zodra je praat waar zij willen dat jij over praat. Ja. Dus uh, die stap heeft hij genomen en hij is best wel groot. Dus uh, eigenlijk wat wij representen, Dutch Matrix, uh, komt uh, heel veel in naar voor. Dus wat dat betreft, uh, is zij is een hele mooie uh, overbrugging voor de massa die naar. Bijvoorbeeld ons, of gewoon naar dit soort onderwerpen toe gaan. Hoeft niet wij te zijn, er zijn er nog zat anderen hoor. Er zijn nog genoeg websites die hier uitvoerig op ingaan. Dus op die manier maakt hij het ook mogelijk dat zwaardere thema's worden behandeld. Als een soort van uh, trechter van uh, het grote massamedia naar de wat meer obscuurdere uh, levels van het internet. Uh. Nou, je moet zo zien, kijk wat er uh, voor de COVID op alternatieve media kwam: uh, dat was hooguit de bankenkartel. Uh, het was vooral rechts georiënteerd begonnen te worden. Dat is nu weer helemaal teruggedraaid gelukkig. Dat vind ik het positieve ervan. Maar het was gewoon gerelateerd naar rechts. En geopolitieke lagen, instroom van vluchtelingen. Um, eigenlijk een beetje thema's van Wilders uh, kwamen er vrijwel in terug. Het positieve van COVID is, is dat het gewoon teruggedraaid is naar waar het hoorde te zijn. Ik heb in onze derde aflevering verteld over toen we het hier juist over hadden. Vier jaar geleden bijna. Dat eigenlijk altijd uh, de klassieke complot en uh, conspiracywereld heeft niks met rechts te maken. Omdat de klassieke complot waar het over ging, was de Gaza-strook, Israël en uh, Palestina. Is, is dat het klassieke complot? Ja. Hè? Sinds wanneer? Sinds wanneer? Uh, als iets klassieks is, dus van het begin. Sinds de jaren 50 of zo. Tuurlijk. Het, het, uh, wij, wij hebben toen al vier jaar geleden over Belfort-declaration gehad. Mm -hmm. Dus brief aan Rothschild om goed te keuren. <coughs> of andersom, ik weet het even niet. Aan Engelsen, want Engelsen hadden dat gebied en br gekoloniseerd. Brief van en, de Engelsen aan de Zionisten. Ja, en uh, echt, uh, ja, typ maar in op de Google Belver Declaration en op afbeeldingen zie je gewoon die hele brief zelfkeer misschien voorlezen. En uh, dat hebben we toen al behandeld. Waarom? Ik vond dat dat naar voren moest worden gebracht, omdat juist de conspiracywereld voor Palestina was. Weet je, die zag het uh, in uh, hoe die mensen onderdrukt werden. En dat betekent niet dat ze tegen Joden zijn, dus absoluut niet. Maar uh, feiten moet je gewoon wel even uh, op tafel hebben. Misschien kan je het uh, voorlezen. Even kijken. Dit uh, is een uh, brief van de Foreign Office in Engeland, november 2nd, 1917. <laughs> Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you on behalf of his majesty the government the following declaration of sympathy with the Jewish Zionists. Uh, aspirations which, which has been submitted to and approved by the cabinet, His Majesty Government view with the favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object. It's being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. Staat er dan ook in, Niet echt gehoor aangegeven inmiddels. Nee. <laughs> Or the rights and political statutes enjoyed by Jews in any other countries. I should be grateful uh, if you would bring this declaration to knowledge of the Zionist Federation. En ik vind het ook want het is heel leuk. Nou ja, kijk, dat Palestina stond dan onder beheer van Bretagne, onder het oude koloniale model, waar volgens mij iedereen juist van af uh, En nog steeds. En hun hebben dan gezegd, ja, uh, de, de Joden mogen daar een land beginnen. En die moslims die zeggen daar al heel lang van, ja, dat willen wij niet. Wij, willen dat, wij hebben dat nooit gewild. Dus, die, dus hun verwijzen de hele tijd naar, ja, maar we hebben jullie al zoveel kansen gegeven om akkoord te gaan met een uh, deal. Maar al die landen daar, en inclusief de Palestijnen, maar ook uh, alle, de, de, de Libanon en Iran en zo, die zeggen allemaal van, wij, wij willen dit helemaal niet. We willen, hebben, willen helemaal geen Joodse staat hier. Je moet het zo zien. Stel je voor... Uh, en dit is gewoon echt wat het is hoor. Um, je woont in Nederland, komen allemaal mensen uit een ander land binnen. Ja? Ik noem even een, een land, Kazachstan, om niet uh, buitenlanders van uh, Nederland hier te betrekken. Ze Krijg, komen hier massaal binnen. Krijg van allemaal Borats. <laughs> ja. Hallo, allemaal Borats komen binnen. Maar wife. <laughs> hoor dit hè. Uh, ze zijn verjaagd door, ik noem maar wat, Russen bijvoorbeeld. Hey, dit is een hypothetisch verhaal, hè, mensen, voordat ze straks weer op uh, Telegram uh, vage dingen gaan zeggen. Hypothetisch betekent dus, stel je voor. Ze zijn daar verjaagd en uh, jij zegt van... ...joh, kom maar binnen, jullie kunnen hier ook komen. Je geeft ze zelf de mogelijkheid om een uh, gebied waar ze zitten... ...om een eigen staatje op te richten, uiteindelijk. Ja, dus zij nemen, ik noem maar wat, Utrecht... Nee, nee dan waarschijnlijk krijgen ze dan ergens uh, Friesland of zo. En Friesen die gaan het para doen. Dus wij waren altijd al de Nederlanders. Nee, nee de, de, Amsterdam natuurlijk. Ja, van mijn Ik zou eerst zeggen: Amsterdam, neem Amsterdam gewoon in beslag. Maar ze hebben, ze hebben daar ook Jeruzalem en, uh, gepakt. En Tel Aviv, dat zijn de hotspots. Ja, ja maar ik, ik kom daar straks op terug. Want dat heeft ook wel te maken met die uh, mysterieuze energetische plekken die daar zijn, natuurlijk. Daar draait het natuurlijk om. Het, is, uh, het is, zit veel meer achter, denk ik. Maar stel je voor, dus die komen daar... Die, die, zeg je eens goed, hier, Amsterdam is van jullie. En op een gegeven moment gaan ze steeds meer uitbreiden. Gaan ze naar Den Haag. En willen ze Den Haag ook overnemen, weet je. Met het hele kapitool, uh, hele besturingssysteem en alles. Maar ze worden ook nog eens gesteund door Amerikanen. En door Nederland. En door, uh, weet je... Door, door de EU natuurlijk. Door de EU. En uh, dat wekt na natuurlijk frustraties op. Uh, dus, ik begrijp sowieso zo, zo zo niet dat mensen dit massaal niet gewoon even eerlijk inzien, weet je. Waar het nou eigenlijk om draait. Maar we zijn nu zoveel jaren verder. En er zitten ook hele relaxte Israëliërs die daar geboren zijn. waarvan hun ouders dit hebben gedaan. daar zijn gekomen. Die kunnen er niks aan doen. Dus ik ben ook niet iemand die zegt van ze moeten allemaal Palestina eruit of zo. Ja, want ik ben ervoor dat ze er gewoon vredig echt uitkomen, weet je wel. Want kijk, ik kan nu niet meer na zoveel jaar ook weer hun zomaar gaan wegsturen. Ze zijn daar geboren, weet je. Maar ik, even punt ja, Want zoals, zoals ik het goed begrijp, is, want ze zeggen dan van de is of precies Palestijn wil be free. Bedoelen ze niet mee dat alle Joden dood moeten of weg? Maar die staat van Israël, ja. die moet weg. Ja, precies. Ja. Nou. Uh, wat ook te begrijpen is dat sommige groepen dat willen, maar goed, uh, al met al, uh, het is een verhaal waar geen einde aan komt en waar natuurlijk heel veel andere dingen in meespelen, maar ik, ik zeg altijd tegen mensen die standaard dan uh, pro-alles zijn wat Israël doet, uh, trek het gewoon naar je eigen land, Nederland, als alle buitenlanders ineens een eigen staat hier gaan oprichten en uiteindelijk Nederland overnemen. Hoe zou jij dat vinden? Dat is het enige wat ik zeg. En, en, uh, en daarbij zeg ik ook nog steeds, ik heb Jood, Ja, ik, ik ga dat trouwens ook niet eens uitleggen, dat vind ik ook vaag. Maar uh, al, uh, van alle kanten is het natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt, snap je? Dat, wil ik, dat moet ik erbij zeggen, om niet over te komen dat ik pro-Palestina alleen ben. Nee, ja. ik ben, ik ben pro-leven. Pro-levende wezens. Kijk, als jij niet pro-Israël bent, dan ben je sowieso uh, Hamas. Nou ja, dat is wat ze in de schoenen ja. willen schuiven. Echt Dus. Uh, ja, het is interessant, maar... Nee, andersom ook, want ik, ik had ook meteen iemand in de Discord die zegt, je moet wel pro-Palestina zijn, je moet pro-Palestina zijn... want anders uh, uh, dan ben je bijna zionist, weet je wel. Dan denk ik van, hé, hey, luister, dat heeft niks met mij te maken. Ik laat me niet verdelen hier in het uh, Je moet gewoon even voor, je, voor jezelf kijken. En uh, ik kijk altijd naar, uh, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen... Dat, het gewoon, dat we gewoon even normaal gaan doen. Zo en zo iets claimen dat van jou is, daar moeten we vanaf. ja. Um, waarom ik Amerikanen in het algemeen uh, heel hypocriet vind. Ze doen natuurlijk heel overdreven, hè, nu met die um, uh, woke-agenda, ja. maar ook met dat overdreven, met dat excuses aanbieden voor verleden. Maar als jij. Dus zij dat ook, ja? Je, 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 nou, zij niet, wij hier wel. Maar ja, Amerikanen cool. hebben toch ook... ze proberen je toch als blanken zeg maar, zo'n schuldgevoel aan te praten... voor iets wat trouwens echt wel verschrikkelijk was, hoor. Die slaventijd. Hallo, als je dat terugziet, hè, hoe mensen werden opgehangen en zo. Maar waar ik even heen wil... Het is nog steeds slavernij, gaan, Als jij echt... Als we, als we even naar de basis toe gaan... Uh, dat waren dus die fanatieke Hollanders die naar Amerika gingen. En uh, aan de ene kant heb ik bewondering voor hun avonturen en alles. Maar het feit is wel, jongens, dat het land is gewoon afgepakt... Van uh, de Indianen. Dat is gewoon uh, op een uh, hele vieze manier is dat gewoon uh, uh, overgenomen. Mm. Ja? Dus als je al correct wil zijn en wil laten zien dat, 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 dat je alles uh, uh, goed op een rijtje wil zetten en alles naar zijn plek hoort te zijn, zou ik zeggen: het beste gebaar zou zijn om uh, zeg maar uh, zeggenschap, het Witte Huis, aan uh, Indianen te geven, aan die stam, en dat zij over Amerika regeren. Oké, okay, waarschijnlijk slopen ze dat witte huis, zetten ze wat tentjes daar neer, een paar zweethutten en gaan ze op hun wijze verder. Maar ik ben er wel van overtuigd en veel mensen kunnen me hier niet op tegenspreken, dat het zeker beter zou worden, minder oorlogen en minder alles. Want indianen zeggen, jij mag niks claimen, niks is van jou. Zal, zij claimen dat land dat van hun afgepakt is, niet eens. Want alles is van de aarde, niks is van jou. Ja, dus is iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Was toch ook met die Manhattan uh, Tribe, dat die uh, uh, volgens mij zelfs door de Nederlanders of de ik weet het niet meer, werden benaderd van: hé, hey, uh, hier heb je spullen voor dit land, want wij willen dat hebben. En dat die Amerikanen of die uh, Indianen iets hadden van: het fuck, deze mensen zijn helemaal niet goed wijs, ja, geef je spullen maar, hoe kan je nou land claimen, dat kan toch helemaal niet? En uh, ja, toen gingen ze er een muurtje omheen bouwen en uh, dat hadden ze dan even niet, uh, in, even niet meegerekend, zeg maar. Maar ja, dat is het natuurlijk wel. Wat, wat deed het gaande? Als... Gewoon met geweld. Hè? Dat is met geweld. Ja, ja maar, maar je zit toch van kleins af aan als een paar kinderen op het strand spelen en die zijn een kasteeltje aan het bouwen. Dan is het heel lastig dat er een, een ander kind daarbij komt. Want het is hun kasteel, zij hebben hem gebouwd. Het eerste wat ze doen is zo'n lijn eromheen trekken. Hier mag je niet in de buurt komen. Snap je? Ja, het, is misschien wel het, wer het werkt zich allemaal heel uh, best wel ver uit. Maar goed, weet je. Uh... Maar ja, die Indianen die hadden natuurlijk toch ook wel eens territoriale dispuut onder elkaar, zou je zeggen, of niet? Hé, hey, die voerden ook oorlogen, dat nee. zeg ik niet. Alleen, kijk, ze voerden een oorlog in hun eigen land en uh, dat ging daartussen. Maar hier komen mensen gewoon van buitenaf en die nemen gewoon de boel over. Ze onderdrukken je, uh, geen, plegen genocide. En ik weet dat de Amerikanen daar van nu niks aan kunnen doen. Ik zeg alleen: als je al zo doet, uh, uh, ja, zo overdreven woke, waarom doe je hier dan niks mee? Nee. Ja, het is wel Amerika, probeert altijd wel te deugen Ook in de wereld, alsof zij het enige rechtmatige land zijn. En dat datgene wat hun zeggen of beslissen, dat dat uh, het juist is om te doen, terwijl ze aan de achterkant als je hun acties kijkt, alleen maar uh, overheden aan het omgooien zijn. En, uh, cijfers uh, liegen in de populatie. Stop, ik ben, ik ben er geen figuur van de cijfers. Ik kijk alleen op de, uh, op de wereldkaart. Bez, misschien zou je het kunnen laten zien. Bezette, misschien heb je dat al gedaan. Bezette gebieden op dit moment waar Amerika al maar zijn leger heeft staan. Ja. Um. Vreemd, vreemd, want hetgene waar, waar zij dus altijd over hebben is dat zij dus de uh, ja, vrede komen brengen en alles. Nou, dat is op Wikipedia. Ik, ik weet niet of je het hier terug kan vinden. Maar het aantal oorlogen wat er überhaupt gevoerd is, afgelopen tijd en alles, dit is in legerbasissen uh, en want die witte puntjes zijn legerbasis. Hè? en dan die rode landen zijn landen die ze dan inderdaad, uh, ja, die ze gewoon volledig gemilitariseerd hebben. Uh, ja, het zullen er wel veel meer zijn natuurlijk. Wat de fuck is hier gaandekeel? Is dit Cuba of zo heb <laughs> dit helemaal vond. Dat is zeker Panama-kanaal, of niet? Damn. Helemaal, uh, maar ja. Ja, maar je hebt zo'n zo lijst op Wikipedia van uh, military coups bij de CIA. En dat is echt gewoon een, een lijst van, 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 van 120 verschillende pogingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Pogingen en, en gelukte operaties. Uh, ook in Nederland. Uh, precies na de Tweede Wereldoorlog, toen uh, heeft Amerika hele sterke, uh, ja, gewoon directe invloed gehad op hoe hier de politiek vormgegeven werd. Door ook gewoon allerlei coups en, en invloeden te, te bewerkstelligen. Er is een CIA-agent? Gaan we even naar Joegoslavië en naar de reden waarom ik in Nederland woon? Omdat daar natuurlijk burgeroorlog is geweest vlak na de val van de Berlijnse muur. Toen begon de ellende, wat mij betreft. Er is een agent in uh, Amerika die heeft een boek uitgebracht over hoe uh, zij, FBI-agent, hoe zij met de groep FBI-mensen naar, naar Sarajevo zijn gestuurd om daar rellen te schoppen. Onder de noemer van Serviërs, volgens mij, was het. Weet je wel? En in de media werd de schuld aan een bepaald volk gegeven. Nu ga ik even hier niet te diep... Er is van alles daar gebeurd, weet je. Dus ik ga niemand wat blamen. Maar in dit geval, hè, in dit geval specifiek... zegt die man dat zij gewoon daar zoveel onrust hebben veroorzaakt... wat tot een oorlog heeft geleid. Gewoon een bende met de FBI-agenten... die andere uh, jongens daar die het uh, dronken voerden... Uh, veel geld gaven om rellen te schoppen. En vervolgens deed media de rest, zeg maar. Ja. En daar kan je gewoon een oorlog door dus uitlokken, weet je wel. En die, die, die vent heeft daar een heel boek over geschreven. Dus wat betreft koeps, het is heel makkelijk om een koep te plegen. Ja. Uh... Hij had in Nederland in de jaren zeventig, uh, de FBI stond bekend als Project Red Herring. En in Nederland heette het uh, Project Mongol. <laughs> En uh, dat, dat was al gaat ja, dat is de, de grote klok. Uh... Is dat die koekoeksklok? Ja, yeah. heel veel mensen denken dat ik naast een kerk woon, omdat ze dat ding horen af en toe. Ik zou die koekoeksklok niet in die gemaanse kerk hangen, vriend. Gaan ze echt verkeerd opvatten. Wat dan? Koekoeksklank ook. Oh. Ik heb nog wel veel nagedacht over die gemaanse genootschap. En inderdaad, uh, uh, rechtsextremisme. Uh, rechts ik heb al eerder ook al met iemand in de Discord uh, uh, discussie gehad. Uh, waarbij ze ook zeiden van, ja, er wordt sowieso in de natiehoek gedouwd en zo. Ik vind het tot nu toe ik het echt meevallen. Weinig uh, mensen die, misschien is het natuurlijk ook heel erg om de download, maar we hebben de KVK-nummer aangevraagd nu. Nee dus. joh, maar ik, ik maak maar een geintje erover. Yo, weet je, het is de trilling die erachter zit. Uh, wat voor bedoelingen jij daar ook, uh, weet je, bij hebt. Mensen kennen je van je podcast, hè? dat is het ding. Als jij bijvoorbeeld uh, niet een podcast zou hebben, zou er geen karakter zitten achter Peter. Dus dan zou er van alles kunnen spelen. Maar je hebt uh, zoveel afleveringen gemaakt. Dus iedereen die wat over die Kerk wil weten. komt dat te weten door jouw podcast. En dat is het verschil. Waardoor je. Ik denk dat het daarom. Uh, meevalt. En we hebben daar natuurlijk geintjes over gemaakt en zo en alles. Maar uh, uh, we weten toch uh, wat jij daarmee bedoelt. Ja, nou ja, ik denk ook wel en, dat, het, uh, dat het in de manier zit hoe je het doet. En dat is gewoon dat het ook, je hoeft niet Germaans te zijn om bij het Germaans genootschap te, te zijn. Ja, te dat, dat was mijn idee, alleen van. Ja. Het feit dat je het uh, nee. Germaans noemt. Kijk, uh, nee, we, 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 we vieren gewoon uh, de Germaanse cultuur. Hey, maar dat kan iedereen. Je kan rechtstreeks uit de Bushbush bush van Afrika hierheen komen klop, klop. en gewoon Germaanse cultuur vieren. Dat is, bent welkom, graag zelfs. Klop, leuk. Klop. We hadden het over om, uh, om die uh, bewe uh, be uh, beweging die je start uh, zo breed mogelijk mm. te maken. En ja. ik zei alleen: als je het op Germaans doet. Kijk, ik heb niks met Germaans. En andere mensen ook niet. Dus die gaan het wel misschien vieren, omdat ze het jou gunnen. Maar die gaan ze er niet bij aanstaan. Nou ja, je moet wel iets hebben met Germaanse dingen, zeg maar. Maar daar is ook niks mis mee. Als jij dat wil doen, en uh, ik gun jou dat. Als jij zo'n feestje geeft, ik kom naar je feestje. Snap je wat ik bedoel? Een feestje. Het is gewoon ritueel meteen, jongen. Ja. <laughs> <laughs> uh. Nou, zijn we toch best wel vrolijk hè, voor het weer buiten hè, als je het kijkt. Doen we ja, toch aardig uh, goed, goed of niet? Ja, het is klassiek herfstweer. Je kan nog wel genieten op een of andere manier. Nou, nou ja, maar... ik, ik snap wel wat het is. Het is inderdaad gewoon echt scheidweer, maar ja, het, het past wel bij het seizoen op zich: Het is, uh, blaadjes, oranje alles, beetje herfst. Ik denk van het wel een dag om lekker achter een dekentje te zitten of zo. Mijn podcast Zeker. is ook goed, de verwarming staat aan. Dus, uh... Maar waar hadden we het over? Uh, hoe kwamen we überhaupt hier? Uh, wij waren, uh, we hadden het over Amerikaanse basisen, uh, Project Red Herring. Oh ja, dat wil ik uitleggen. Project Red Herring uh, was dus een, uh, een, uh, een, uh, uh, de BVD, dus de oude AVD, uh, die had een politieke partij opgericht, de leninistische en marxistische partij, en dat was dus een, een, een front, was een, een, een uh, hoe noem je dat nou? Ja, dat was een, een front voor. Uh, 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 inlichtingendiensten. Dus inlichtingendiensten gingen in de Nederlandse politiek in om dus het politiek vlak te beïnvloeden onder het naam van de leninistische en marxistische partij. Dus heel veel mensen die, want je hoort nu bijvoorbeeld met stemmen. Dus dat ze zeggen van de AIVD die heeft een campagne uh, gedaan om mensen te ontmoedigen om te stemmen. En heel veel mensen zeggen van ja, dat kan toch niet, dat is allemaal onzin. Maar als je naar het verleden gaat kijken, naar wat inlichtingendiensten allemaal niet hebben gedaan, eh, ook het beïnvloeden van politieke en, en, en be, be, bestuur in allerlei landen, dan is het helemaal niet zo raar om te denken dat inlichtingendiensten, zelfs van je eigen land, eh, want die staan natuurlijk onder beheer van het machtshebbende kabinet, eh, misbruikt worden om dat machtshebbende kabinet aan de macht te houden. Dat gebeurt constant. Toch of niet? Onder andere, onder andere. Um... In mijn onderzoek begin, dat was rond 2010-11, toen ik die Freemasons onderzocht, vanuit die laag begreep ik ook sowieso zo zo nooit dat er zoveel um, presidenten Freemason waren. Want ik dacht bij mezelf: van het is toch logisch als je bij een soortgelijke club zit. Um, maar zo zijn wij mensen dus. Hè. Stel je voor, ik had die positie, had ik jou waarschijnlijk eerder gegund dan iemand die ik niet ken, maar die ongeveer dezelfde kwaliteit heeft, snap je? En ik vond het al zo en zo vreemd dat uh, uh, elke president toch wel gelinkt is. Ja, heel veel van hun uh, daaraan. Dus dat zit ook al uh, verkeerd. Ik kreeg vandaag een filmpje van uh, Wouter Stroeven via telegram van iemand die undercover was bij Vrij Metselaars. En uh, die had zo'n filmpje gemaakt van die ritueel die ze daar deden. Oké, okay. nou hij zal niks bijzonders zijn waarschijnlijk. Ja, nee, in principe is het een toneelstuk. Hè? Ze doen een toneelstuk en dan uh, iemand die uh, is dan zogenaamd gevangen genomen. En uh, de, de Grand Lodge-meester die, die verhoort hem en die, zei, en die dwingt hem dan, dan informatie vrij te geven over het vrijmetselarij. En, en dan de, de ingewijdene die uh, weigert dat en dan wordt hij vermoord, uh, maar uh, zogenaamd. En dan mm -hmm. duwen ze hem in een doek en dan leggen ze hem op de Rond met een kussentje op het hoofd, ja. en dan gebeurt daar nog een half uur lang allerlei shit omheen, met, met allemaal toneelspel. Ja, het blijft wel vaag, vage shit. Ja, het is super vaag. Ja, maar ze zijn dus een soort van, het, zoals ik het zie, is in indo de indoctrinatie van een bepaald uh, uh, ontstaansmythe om dus die uh, broederschap meer kracht bij te zetten. Ja. Uh, dus als je dat allemaal met z'n allen samen doet... ...dan weet je wat het ontstaansmythe is. En een ontstaansmythe geeft meer kracht. Net zoals Rome een ontstaansmythe heeft. Net zoals de ontstaansmythe van Amerika. Want ik geloof trouwens niet dat Columbus het ontdekt heeft... ...en dat dan vervolgens uh, George Washington en Benjamin Franklin... De, ...de founding fathers zijn van Amerika. Dat is, dat is, allemaal, niet, dat is allemaal bullshit. Okay, ik geloof dat niet allemaal niet. niet. Dat is allemaal, uh, zelfs de ontstaansmythe van Nederland... ...heb ik zieke twijfels bij. Met uh, uh, de watergeuzen en Willem van Oranje... ...en al dat soort dingen. Ik, ik, het zal vast wel gebeurd zijn... Maar de manier hoe het wordt gepresenteerd bij ons is zo misleidend. Wist je bijvoorbeeld dat Willem van Oranje had uh, uh, banden met Habsburgse? Die, die trouwde zelfs met een van de Habsburgse elite. En die had dan gewoon niet, een, 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 ja, niet gewoon het Nederlandse volksleger. Nee, hij had gewoon... Huur, huurlingen. Ze hadden een huurlingenleger. En daar zat hij eigenlijk gewoon, alle mensen die in Nederland gewoon in vrede waren, zat hij te bestoken met die huurlingen shit en oorlog te voeren voor 80 jaar. Of ja. uh, weet ik wat dingen te doen. Wie zegt dat dat in de goedkeuring was van die mensen die daar woonden? Dat kan best een opgelegde waarheid zijn, die dan vervolgens de Nederlandse staat belichaamt, die in mijn optiek nog, nog ook altijd een soort van matrix is, he, met een vlaggetje waar we dan allemaal onszelf van moeten identificeren, uh, uh, dat dat gewoon gecreëerd is. Dat ja. dat, dat helemaal niet zo organisch hey. is als dat het gepresenteerd wordt. Ik heb in het boek uh, God, uh, Gods of Eden heb ik een uh, stuk gelezen uh, over het, uh, wat Duitsers deden met dat... Uh, ze zeggen wel eens dat die uh, mensen onderling allemaal met elkaar trouwen en zo voor die bloedlijn. Dat is één reden. Maar een andere reden wat Duitsers erachter hadden is juist om macht te krijgen. Dus uh, je had bijvoorbeeld een Duitse prinses die nou, op een gegeven moment met de Engelse uh, prins... Maar die, bleef, die ging die man beïnvloeden, weet je? Om steeds meer uh, dingen voor Duitsland te regelen. Snap je? Ja. Op een gegeven moment uh, veroorzaakten de Duitsers oorlog, volgens mij tussen Engeland en Frankrijk, ik kan het hier fout hebben. En, Eng en Engels hadden niet genoeg leger, maar dan hadden Duitsers die legereenheden, uh, die werden dan ingehuurd voor gigantisch veel geld, om daartegen te vechten. Maar de Duitsers oh. hadden in eerste instantie al die oorlog veroorzaakt. En op een gegeven moment kreeg die leger zoveel macht, dat ze ook steeds meer, uh, ook omdat hun deel van de familie daar zit, steeds meer ook het Engelse koningshuis gingen overnemen. En ik denk dat ze dat bij Nederland ook doen, snap je? En ik denk dat die uh, intermenging van bloedlijnen ook wordt gedaan voor de machtsovernames. Ja, want koning Willem van Oranje is William I in Engeland, dat is dezelfde persoon is dat. Ja, Weet je wat ik ook absurd vind? Uh, Zij nooit bij stil, maar de oma van uh, Willem-Alexander is Russisch. De vak. Ja. Wie, wie dan? Ja, de moeder van Wilhelmina is Russisch. Kijk eens even op Google. K wat? Ja, wat? daar sta je ook niet bij steken. Hier voor het zaarachtige romanov shit hier. Uh... Ja. Nou ja, die, die hele. Uh, uh... Uh, oranjes, want het was ook bij de begrafenis van uh, van koning El uh, Elizabeth uh, zaten ze dus helemaal vooraan. En toen ja. hoorde je dus in het nieuws: oh or onze Oranjes zitten helemaal vooraan. Ja, oh dan maar... zullen ze vast connecties hebben. Denk ik, bitch, ze zijn familie maar van ken elkaar. Je, ken jij de Order of House of Orange? Die bestaat nog steeds. Kan je ook straks opzoeken. In Schotland hebben ze nog steeds uh, uh, leden. Order hmm. of House of Orange. Ja, uh, onthou hem. Eerst, 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 eerst dit. even oma van. Uh, dus, uh, wat is het? Uh, oma van uh, Willem Alexander. En Rusland. Dat, dus ja. dat is uh, oma. Uh, nee, oké, okay, overgroot oma. Ja, want, de, 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 want we hebben toch altijd koninginnen gehad? Dat zijn toch denk ik dan. Oké, maar gaf dit eens. Wel... Wacht, wacht, doe eens dit? Ja. Doe eens dit? Ga eens terug naar Google? Dat gaat beter. Rus, uh, oma van Willem-Alexander, zet daar eens bij achter Russies op Google. Oké, okay, hier. Anna was de dochter van Tsar Paul I van Rusland en Sophia Dorothea Augustus Louisa van Württemberg. In Rusland beter bekend als Tsarina Maria Fjodorovna. Toen zij zes jaar werd. Anna Paulina is het, sorry. Oh, ja. Hier, die is het, Anna, onder. Ga eens naar Wikipedia. Anna Paulona. Ja, ja, Paulona, sorry. Is dat Anna? Pal oh nee, dat is iets anders. La Dat is Una Paulona Blanca. Anna was een dochter van Tsaar Paul II Rusland, Sofie ook eens. Uh, Hier in Den Haag woonden ze. Hier zie je, zie je boven, de Den Haag tot 1865. Groot van Rusland, Huis Romanov. Echtgenote van, van Koning, koning Willem, Willem II. Juist. Ah. Sorry, misschien had ik uh, overgroot over, over moeten Over Overgroot, maar ja. Gekke shit inderdaad, ja. Oh, dat maar, ik me niet. Gijs daar, House of Orange Order. Dat, dat verklaart wel waarom dan uh, zo'n haat is naar Poetin. Want die hebben natuurlijk sinds die hele uh, Russische revolutie daar, sinds de tsaar en zo het land uit zijn gewerkt, dat, dat ligt dan niet heel erg. Uh, zijn ze denk ik hier niet zo blij mee dan, zou je zeggen? Ik heb geen idee. Het, het, het koningshuis geen idee. dan? Geen, geen idee. Hmm. Hmm. Maar die House of Orange, die order, daar wordt in Amerika in oude complotten heel veel over gepraat. Als je dat even intypt, kunnen we misschien even samen even doorheen... House ...kunnen we of daarna orange. misschien uh, ook wel over dat boek hebben. Maar House. maakt mij niet uit. Als we hier goed in zitten, hoeven we niet over dat boek te hebben. Over dat boek heb ik in mijn eigen podcast ook genoeg over gehad. Tino ja. heeft een boek. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Even kijken. Uh, House of Orange. Ik heb deze pagina wel eens vaker bekeken inderdaad. Met die, uh... Doe eens terug. Bijvoorbeeld Schotland. Ja? House of Order. En dan Order. Oh. Uh, ho order House of... of Orange, Order. Order. Of Schotland bijvoorbeeld Grand Orange Lodge of Scotland. Ja, yeah, Grand Orange Lodge. Dat is ermee verbonden. Bijvoorbeeld Maar dus, dit is dan vrij metselaars is dit. Juist. Ah. Ja, een beetje die richting ja. The Grand Order, uh, Grand uh, Orange Order. <laughs> Jezus, the Grand Orange Lodge of Scotland, a loyal uh, Orange Institution of Scotland, Orange Order in Scotland, the Orange Order, dus de oldest biggest Protestant fraternity in Scotland. De Loyal Orange Institute was. Hey, die Orange. Doe eens bij Orange die omschrijving wat staat daar? De Loyal Orange Institute. Deze Orange yeah. Order? Ja. Yeah. De uh, Loyal Orange Institution, commonly known as Orange Order, is een international Protestant fraternal order based in Northern Ireland. the primarily association with Ulster Protestants. It also has lodges in England, Scotland and the Republic of Ireland. As well uh, as parts in the common, Commonwealth nations and the United States. De All Island Grand Orange Lodge of Ireland was established in 1798. Its name is a tribute to the Dutch-born Protestant King William of Orange. who Hai. defeated de Catholic King? komen we nou tot die Bing Bong? Bing Bong, man. Bing Bong, hè? <laughs> die wist je niet, hè? Oké, okay, shit, man. Dus, okay, dus je hebt inderdaad een of andere zieke beweging. die dan inderdaad Engeland daar de, de, de christelijke, de, de katholieke shit eruit heeft geworden en een soort van protestants. ...imperium heeft opgezet hier in Europa. En daar is, dat staat allemaal. Dat staat van de staan daar Misschien in Misschien hebben we nu nieuwe wegen geopend... ...voor de toekomstige podcasten, Peter. Oh, nice. Ik ben die wegenbouwer. Moeten uh, moet dat Oranjes huis of wat verder uit... Uh, Ik ben die wegenbouwer, ja. alleen zonder asfalt. Hmm. <laughs> grunt, grunt <wegen. laughs> ja, maar uh, Oranje, orange uh, is ook een... Uh, waar, ...waar het vandaan komt, is een provincie in Frankrijk... Fransen ja. hebben er ook mee te maken. Ja, ja, want in Frankrijk heb je dus de, de province of uh, orange. Ja. En daar komt dan uh, het, uh, die het, hele het is, Prins van Oranje vandaan. Ja, het, uh, er, er zit een heel mooi verhaal achter voor onderzoek. Ik heb er een boek over, die ga ik nog even een keer goed lezen. Het is interessant gewoon. Uh, dit soort dingen om, om tussendoor ook over te hebben. Ja. En er zit meer achter dat koningshuis dan je denkt. Heel uh, veel mensen denken dat ja, die mensen maar daar maar ook een beetje ceremonieel zitten. Zie je ook die logo, tempelierslogo zie je, zeg maar. Je ziet die... Uh, Weet je, het is, die, die, die occultisme is er uiteraard in verwerkt. De uh... Paarse Ster, dat is wel. Uh... Ja, dat 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 niet u... vaak. ja, maar dat was toen, uh, toen woke. <laughs> toen woke. Paarse hmm. Ster. Hoe is het met jou verder, Peter? Hoe is het man? Ja, goed. Wel uh, ja, wat druk. Ja? Uh, Hoe is het met die boss dingen dus We hebben het over die... Uh, hoeveel... Uh, ja, jouw er? tickets zijn uitverkocht, ouwe. Meen je niet? Ja, 40. Bad. Nou, Tijdelijk. laten we proosten. Sterker nog, ik, ik, ik heb er nog 42, dus er zijn twee. Je moet twee extra mensen nog <laughs> wegproppen. Maar Leuk maar, uh, man. Het uh, niet... ja, 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 ging als een speer. Sterker nog, ik heb, moet nog Bospirian tickets verkopen. Er zijn bijna net zoveel tickets als jou verkocht, als de Bospirian tickets. Dus wow. ik moet nog echt twee keer zoveel Bospirian tickets verkopen. Ja, even voor mensen dat ze het even weten. Uh, welke datum? 16? Uh, 15, 16, 17 uh, december. Ja, dat is de Bosperience. Mijn lezing is uh, 16e. Die is dus uitverkocht. Superleuk mensen dat jullie komen. Uh, voor mensen die die kaart hebben gehaald. Uh, het is echt een magisch uh, gebied. Ik was er echt onder de indruk. De zaal zelf is... Uh, ja, Komt in de jaren tachtig, soort van terecht. Dus het is niet spectaculair als bij mijn eerste lezing dat het echt luxe eruit zag of zo. Maar dit geeft zo die magische uh, uh, verbindenis. Plus, het brengt me tijd in alsof ik uh, bij mijn oma ben weer in uh, Joegoslavië. In zo'n dorp, weet je wel. Je, uh, uh, daar ruikt het gewoon naar. Ook dat meubilair wat daar zit en zo. Dus het is niet heel uh, luxe. Maar de omgeving van de natuur is zo mooi dat je voor jezelf kan uittesten wat vind ik nou belangrijker: de luxe of uh, die mooie natuurlijke omgeving. Ja. Het ja, heeft een, een bepaalde sfeer die je niet <coughs> kan uh, nabootsen met allerlei nieuwgrij en design. En uh, ja, optimaal ontwerp en al dat soort dingen. Dat is een beetje wat je hebt met, met van die grote nieuwe hotelgebouwen en zo. Dus dat één ontwerper die heeft een of ander idee en dat wordt dan helemaal daarnaartoe. Waar zo'n TED-aflevering wordt gemaakt, weet je wel. Met zo'n <laughs> ja. spreker en zo. En vaak zijn het ook allemaal van die standaard dingen en van die houten panelen en zo. En klets dat is op. wel meer een beetje de stijl die John luca doet, wat groter, weet je. En ik vind dat we wel goed in elkaar zitten, zeg maar. Nou, Heerlijk. Ik moet die studio van Jorn Lucas is wel echt Joe Bullshit. Nee, met, met, nee, nee, nee. met die gordijnen op tafel. Ik bedoel, die uh, presentaties die worden gegeven in goede locaties. Oh, grote mee, ja. locaties. Oh, ik ben er nooit geweest. Ja. Nou, ik heb wel video gezien, zag er wel goed uit. En uh, ik begin juist rustig. Maar de eerste die ik had, deed, dus met Hans van der Meij, was een try-out. Wow, ik stond ervan te kijken, hij zag er zo vet uit. Ik dacht, als ik het hier verneuk. Zonde, weet je zo'n mooie locatie? Je moet wel hier ook gaan spreken, snap je maar uh, bij die uh, Bosperience, want we hebben de lo locatie samen gezien. Ja. Uh, heb ik het idee dat ik daar gewoon ook echt gewoon rustig vrij uh, zal spreken, ook door die omgeving zelf, weet je. Hocht oh. is kan je zelf zijn daar, uh, dus het is het, opener. Het, 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 maar die eerste ging ook goed, hè, trouwens. Uh, echt tof, tof publiek. Bedankt hun daarvoor en uh, ik heb echt een leuke indruk gehad. Ja, ik denk dat, uh, dat sowieso, uh, omdat we sowieso, uh, als mensen daar dan toch zijn en uh, zijn naar jouw lezing geweest, dat ze wel uh, tegen een kleine meerprijs uh, gewoon ook uh, de, de, het festival uh, of in ieder geval het terrein op kunnen. En dan zijn we. Binnen zijn we allemaal leuke dingen aan het doen. Uh, die zaterdag is er ja. nog een stukje podcast. Later in de avond is er nog muziek. Uh, en natuurlijk heel veel kampvuurtjes en gewoon goede gesprekken over zeker. Van allerlei zaken. Geloof ik zeker. Hey, misschien kan je het daarbij vermelden. Na mijn lezing gaan we toch die panel houden. Gewoon ja, nog ze... even buurten, toch? Ja. ja um, uh, kun, kun, kunnen wat mensen dan ook dat bezichtigen of zo? Ja, ja, zo, zo. Dat kunnen ze ook kennis maken. En wie weet als ze nu niet gaan dat ze de volgende keer in de zomer leuk lijkt om dat te doen. Ja, dat lijkt me leuk. Dus om... uh, jullie kregen ook een kopje koffie dan van Peter. Hebben ja, we begrepen? We spitten de prijs door twee. Het, 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 hoe ik de Bolspering altijd presteer is altijd heel vaag. Altijd, mensen ja. snappen niet echt waar ze aan toe zijn. Het hoeft ook is, niet te geregeld, hè? Nou ja, maar ik denk ook wel dat de magie daarin zit door juist open te laten uh, wat allemaal. Do, door niet te veel af te kaderen, kan het van alles worden. Hè? En er gebeuren dus altijd. Iedereen, elke Bospering slot, toe gebeurt er iets uh, wat, 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 ja, wat wat gewoon perfect samenloopt uh, dingen. Hè? En mijn, dat moet je dan loslaten. Dan kan je van tevoren uh, dat niet kunnen verzinnen. Dus uh, ik, ik kan je verzekeren: Bospeers 4 wordt ook weer hartstikke mooi. Mm -hmm. uh, ja, ik bedoel, uh, jij bent uh, vrijdag is Pieter, uh, Mickey en uh, Joost, die zijn er het hele weekend. Uh, oh, cool. uh, uh, dus uh, misschien komt Peter Tonen weer, die is altijd uh, inmiddels een vast, uh, vaste ganger. Uh. Cool, man. Uh, vorige keer ging hij helemaal eigenlijk, los. Eigenlijk, eigenlijk heb je goed, vind ik best wel een goed aanbod, hoor. Ik denk het ook. Um, nogmaals, mensen, uh, jullie zijn vrij dus om, om het gebouw daarnaast ook uh, te betreden. Om te bekijken kopje koffie te halen. En uh, wie weet kom je misschien ook Peter Tonen, uh, Mickey Valeeuwen tegen. Kan je een praatje meemaken? Dus uh, leuk dat we dit doen. En wie weet waar het. Uh, Naartoe gaat. Voor mij is, is het gewoon leuk. Ik ben ook aan het oefenen met die presentaties. Dus ja, ik, ik, hoop, ik hoop stiekem, en ik ga het nu gewoon ook zeggen: ja. dat uh, uh, Boss Periens 5 gewoon een all-out uh, Dutch Matrix in de, uh, 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 Indigo Revolution uh, poppenkast uh, uh, out fallout wordt, zeg maar. Uh, ja, hoor. Uh, uh, ook balls ik, on the table, uh, multidimensionaal en uh, aliens Ja, we stedenkant. kunnen ook wel even uh, een goede aflevering ook, uh, doen hoor. Uh, misschien van de zomer even kijken. Ja, zo. maar gewoon het hele weekend. Gewoon het hele weekend. Full Dutch Matrix, ja. uh, uh, Mickey van Leeuwen, gewoon, gewoon. gewoon um, um. Uh, misschien, misschien zelfs met een, met een... Dat we gaan proberen... Kijk, of we aliens kunnen verwelkomen of zo. Of ja, een multidimensionaal ja. fenomeen kunnen oproepen. Ja, er zit een je... naar daar. Hè? Misschien ja. moeten we daar gebruik van maken. We kunnen zeker even kijken, man. Ik zal ook even met Simon en Ersam kijken. Wat, uh, wat zij ervan vinden. Of zij het ook leuk vinden misschien. Uh, ik hou er niet van om iets vast te zetten. Nee, 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 Laten nee. we hier beginnen. Omdat ik het... Het is een hersenspinsel. Uh, om, omdat ik het ook gewoon leuk vind om met jou te doen. Trouwens, organisatie doet beter. Alles wat fout gaat. Uh, uh, waar, waar kunnen ze... Moest je dus de mailtjes stuurde. maar naar mij toe. Ja? Peter gaat dus alles uh, Peter doet De organisatie, ik doe de lezing, uh, dus ook klachten over mijn lezing kunnen ook naar Peter worden gestuurd. Ik, uh. ik, krijg, ik krijg vooraf altijd de mailtjes: wat is nou de bedoeling? Kan je er iets duidelijker over zijn? Wat gaan we nou precies doen? En achteraf krijg ik altijd de mailtjes: was hartstikke leuk. Volgende keer ben ik er weer bij, dus uh, mm. komt allemaal goed. Ik ga jullie vertellen <laughs> en dan moeten we echt we gaan even knallen. Ook even onderwerpen, Bam, weet je, Peter? Maar wat ik vet vond. Je bent op een plek, het lijkt gewoon geen Nederland meer. Ik woon in de randstad Leiden, Leiden dorp woon ik trouwens aan de grens met Leiden. En uh, we zien dit soort gebieden niet. Toen ik erheen reed, ging ik iets van kilometer, soort van heuvel, bergachtig op. Wat ik hier dus sowieso niet meemaak. Wat een beetje op Duitsland lijkt. En ik ging gewoon een kwartier door de bossen rijden. Wat ik ook niet meemaak. En daar gewoon dikke huizen tussen zie staan. Ik dacht, wow, dit is ook gewoon Nederland. uurtje rijden van mijn huis. Het en uiteindelijk bossen, is het op een plek wat op Google navigatie lastig te vinden is. Maar je kreeg van Peter dus een goede route. Maar je belandt daar. En ik, ik heb er gewoon, zelfs op de foto's vond ik het mooi. En toen ik daar kwam, vond ik het mooi. Het is natuurlijk hè, een beetje alsof je in de jaren tachtig terug bent. Maar dat is wat we willen. Nostalgie. Ja, die, 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 villa is helemaal, die, die villa is helemaal fantastisch. Ja. Die is ook echt gemaakt op oude vikingswijze en zo. Ja. Oud hout en zo. Ja. Gruwelijk. Welke aantekening had je net staan? Ik zie Jensen. Oh ja, ja want jij... Je kan, ja, Jensen nu bellen hè, voor 1000 euro. Duizend... ga je met hem spreken? <laughs> The fuck? Heb je niet gezien? Nee. De laatste keer dat ik hem heb gezien moest hij 25.000 euro hebben voor ja. even van de... Nee, vrienden. maar ik moet er wel bij zeggen. Ik ben echt fan van Jensen. En hij was de enige die ik nog keek. Uh, toen Jensen stopte met mainstream tv... <laughs> ben ik mainstream tv niet meer gaan kijken ook. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, ik zag het toevallig voorbij komen. Ja, het, het is triest voor woorden dat zo'n man uh, dit moet gaan doen, zeg maar, weet je. Jansen bedoel je? Ja, blijkbaar komt er geen geld binnen, weet je. En kijk, het is ja, wel is... Jansen, ja, snap ja. je? Eerlijk is eerlijk, snap je? Kijk, ik uh, kan nog uh, bijvoorbeeld glazen wassen. Ja, geen probleem. Boeit niet. Ik ben soms aan het werk, ik kom Dutch Matrix-kijkers tegen. Hé, hey, Dino, bam. Ze vinden het tof. Maar stel je voor, je zit Jensen glazen wassen. Nou, daar gaan foto's van gemaakt worden. hahaha, ah, ha ha, weet je, mensen. Dus hij kan ook niet even normaal werk gaan doen of zo. Dat wil ik zeggen. Ik kan er een show van maken. Misschien kan ik loonschonk krijgen zelfs. Misschien ga ik bij de Mac werken. Maak ik maak een poppenkast van de drive-in. Complot call service. Maar ik, ik vraag me dan ook af hoe dan zo'n gesprek gaat, weet je wel. Je wordt geveld door Jensen. Hé, hey, met Jensen. Ja, ja, ja. Die, die, die Hugo de Jongen, echt een klootzak, hè. Dan zegt die andere gast, ja man, ja man. Ja, ja, ja. En uh, die K.O. ook, hè. Dit is, geen goed, dit is geen slecht plan: een complot call service. <laughs> Voor mensen die extra paranoïde zijn en iets meemaken, kunnen, kunnen, kan je bellen, anoniem. Ja. En dan veel te hoge kosten natuurlijk. Tegen ja, 666. Ja, ja. ja. Ik vind het wel een goed idee. Ik heb wel eens heel vaak ook met mensen die kijken, echt heel lang aan de telefoon gehangen. Mensen hebben zoveel ik, te vertellen. Ik kreeg nu een flashback. Je had vroeger, en die, die blijft gewoon in mijn onderbewustzijn. In, in onze tijd had je nog van die um, vrouwen kon je zogenaamd bellen. Die stonden zo wat in hmm. een Maar nou, had zo zo'n nummer 069-666. Seks, seks. Maar ik, eh, nu, ja, klopt, ja, ja. Nu besef ik nog seks, 6, 6, 6, 6. 6. Ja, maar 666. Zegt ze dus dat telefoon was ook duivels? Gewoon, een beetje ja. s'avonds allemaal van die succubus die Inderdaad. je probeer je uit je geld te scammen Klopt. en dan, dan een of andere geile stem die ze ah, ja, lekker klein, klein, <laughs> klein, klein uh, onderbroekje aan en dat is een beetje aan. Ondertussen zit er zo'n vette Anita ergens om ja. een bankchips weg te vreten. Weet ja. je wel, dus, het is ja, het is uh, je weet niet wie je aan de lijn hebt. Hè? Je, ik weet het niet, <laughs> dan moet je zelf voelen, net als met die aliens. <laughs> Uh. Maar uh, hoe, heet het, uh, hoe zie je eigenlijk de toekomst van uh, alternatieve media? Want kijk, dat Jens we maken er nu grapjes over, maar serieus. Het is, ja, het is uh, blijkbaar, uh, weet je, uh, mensen stoppen ook meer met donaties en zo, dit en dat. Ik denk wel dat er een nieuw systeem zal gaan komen. Uh, iedereen is met eigen platformen bezig, maar dat werkt ook niet. Weet je waarom? Um, die vraagt 15, die vraagt 10, die vraagt 6. Mensen gaan niet vast aan, uh, van 5, 6 abonnementen zitten voor 100 euro. Wat ik denk dat er gaat gebeuren, dat kwam ik net op toevallig. Ik denk dat er een soort van Netflix voor podcasters uh, moet komen. Misschien meteen een idee voor mensen. Netflix voor podcasters, dus mensen betalen één vast bedrag. Iedereen is op aangesloten, zelfs de Jensen moet dat gaan doen. En je krijgt gewoon op aantal views uitbetaald. Uh, en je kan het zelfs zo maken dat die mensen zelf de eigenaar zijn van die platform. En je aandeel is het aantal kijkcijfers dat je hebt. Ik, eh, eh, ik, toevallig heb ik hier gisteren of de vorige week Paul, uh, Paul, van, uh, uh, Paul van de Sluis hier gehad. En uh, die is begonnen met een platform dat heet Solflex. En dat is een beetje dat idee. Hij wil inderdaad een soort van Netflix maken van alternatieve media. En hij, dit is een Safe Haven. Het oh, ziet er dus, zich mooi uit toch? Dus dit is een Safe Haven. Dus dit zit uh, zo serverswijs opgebouwd dat het eigenlijk gewoon niet offline gehaald kan worden. En iedereen kan uh, gewoon een account aanmaken en beginnen met uploaden hier. En hij heeft dus ook een systeem ingebouwd dat je dan hier met een soort van cryptocurrency mensen kan uh, doneren. En dat kan je dan via Florijn omzetten in euro's. Dit is ook wel een goeie. Het, het is allemaal nog heel pril, maar dit, dit gaat wel die kant op misschien. Ja. Nee, maar ik kom daarop. Ik, weet je, ik vind het jammer. Kijk, maar ik, ik red mij wel. Ik heb op zich een baan en ik ga ook met die presentaties proberen wat inkomsten te genereren. En ik heb boeken en zo. Ehm. Um. Maar ik kan er ook niet van leven. Maar ik kan nog wel ander werk, dus erbij doen. Gewoon met mijn bedrijf en zo. Maar mensen die bekend zijn. En zoals Jensen, ja, weet je. Die, die zou wel iets moeten. Of, of andere mensen die hier vol in zitten. Dat ze, dat ze wel iets hebben waar ja. We moeten gewoon meer organiseren. Misschien, want ik wil dus. Ik, ik, de enige manier hoe ik volgend jaar door ga komen. Hoe ik het ga overleven. Is als ik me helemaal de gat ga organiseren. He, dus, dus gewoon allemaal dingen ga doen. Mensen bij elkaar brengen. Ik vind het leuk om het te doen. Uh, 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 mensen hebben er wat voor over. Maar dat is saai. Want. Ja, mensen zouden, willen toch ook gewoon een Jensen zien? Mensen willen toch ook gewoon uh, al die andere uh, uh, alternatieve mediagassen zien die ze volgen de hele dag? Uh, ze willen jou zien, ze willen Mickey zien, ze willen uh, 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 misschien een Johan Lucas zien en weet ik veel wat allemaal niet. Die gasten van uh, Vivo Valentine? Ja, inderdaad. Eentje is toch bij jou geweest hier? Ja, 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 Robert is hier geweest. Ja, ja Boris, die, ik heb hem al vaker uh, gebericht. Maar hij heeft altijd heel druk met kinderen. Zo. Iedereen heeft het ook natuurlijk druk. Maar ja, als je dus mensen gewoon proper kan betalen... omdat mensen entree geven... om dan vervolgens een, 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 een beurs... Ik zit ook wel eens te denken aan uh, gewoon een beurs. Hoeveel, want uh, je hebt bijvoorbeeld uh, van de YouTube... heb je dus uh, zo'n zo YouTube-beurs. En dan komen al die creat creators komen samen. Die gaan allemaal lopen schiemen ondertussen... om hun eigen ja, uh, bekendheid te verhogen. Maar iedereen wordt buitengesloten van alternatieve of, of, of weet je wel, wappie-kanalen ja. of whatever the fuck... Gaan is of ding, mensen die uh, obscuur tegenover YouTube staan en zo. Er moet eigenlijk een eigen soort van beurs komen. En dan komt iedereen samen en dan kan iedereen zijn eigen ding doen. En uh, 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 weet ik veel of zoiets dergelijks. Optredens? Ik weet het dan maar hey, Zullen we even uh, um, die uh, aantekeningen die je had, hè? Ja, ik, er, stond nog, er stond alleen nog DARPA tussen. Uh, dit, ja, oh ja, ik had er oh ja. snel wat dingen neer. Oh, ik dat denk dat ben... is wel een overbrugging dat je zegt van, wow, dit kun je niet overbruggen. Nou ja, uh, nee, uh, maar uh, het, het idee dus dat je van, van afstand remote kan worden bestuurd, zeg maar. En uh, dat maar... dat eigenlijk al uh, onderdeel was van die mind control programma's. Dat is gewoon technologie dan ofzo? Zeker. En, ja, en dan de volgende vraag is van, wie hebben ze die technologie? En ik link dit eigenlijk nu aan bijvoorbeeld een uh, buitenaards ontvoering fenomeen. Heel veel mensen dus, hè, die ontvoerd zijn. Uh, die, uh, die hebben gelijksoortige verhalen van uh, dokter uh, David Jacobs. Echt een uh, uh, grote universiteit, hele interessante gast. Die is erachter gekomen via, via bepaalde technieken, hypnose technieken, waar hij ook sceptisch over is. Maar zoveel gelijke verhalen komen terug dat bij mensen die ontvoerd zijn, die worden aan uh, zeg maar, bepaalde programma's uh, worden op hun uitgevoerd. Waaronder ook een hybridiseringsproces. Mm. Maar wat er gebeurt, ze hebben ook een tracking device wordt in hun geplaatst. Ja? En waar dient die tracking device voor? Niet alleen van om te weten waar ze zijn, maar ook van wat ze denken. Op het moment dat ze besluiten van hey, ik wil dat ding eruit halen en ik wil naar de dokter gaan, is dat ding er nog eerder uit dan dat zij bij de dokter zijn geweest. Kruipt hij er dan gewoon uit of zo? Nou, er, er, zit, er zit een, Nee, die verwijderen ze gewoon. Omdat ze weten dat, dat die gedachte is ontstaan. Afspraak bij de dokter gemaakt. Ze worden weer ontvoerd. Halen ze dat ding eruit. En Vermoven, tijdens die ontvoering... Ja, Vermommen ze dat als alien abduction dan of zo? Nee, een echte alien abduction. Dat zijn weer die entiteiten waar ik hier over schrijf. Ja. Um, en tijdens die abduction... En dat zie, je, dat zie je dat die wezens, die onderdrukkende wezens... die dit doen, ook een schuldgevoelprogramma aanleggen. Want wat doen ze? Ze zeggen van... Hè, Waarom wilde je het verwijderen? Dit is van ons, dit hoort bij ons. En dan laten ze beelden zien hoe dat kindje eruit zou zien, weet je, als je zo'n kindje met een leven. Dit wilde jij vernietigen, dit wilde jij vernietigen. Wel de persoon die ontvoerd is, helemaal niet vroeg om bevrucht te worden. Snap je? Ja. En nu ga ik bevroren. Het maakt een stukje deel uit van je ego waar je zeggen. Op een gegeven moment. Het gaat erop dat die tracking devices, ja. Die kunnen dus je um, gedachten sporen, uh, wat jij denkt. Kan dat worden getransformeerd in een computer en kan het uitgelezen worden. Maar die technieken dus, die, je moet je voorstellen, ze gaan ervan uit dat er miljoenen mensen worden ontvoerd. Die hebben al zo'n tracking device in zich zo en zo. Maar plus de techniek die tijdens die uh, uitwisselingsprogramma is doorgevoerd naar de uh, geopolitiek level bij DARPA... is dat ze dat ook bezitten. Dus misschien zelfs zonder device... Een techniek dat iemand zijn gedachten kunnen lezen door in te loggen op je unieke DNA-frequentiecode. En zodra ze dat hebben, kunnen ze gewoon vanuit een derde persoon in jou meekijken. Net als dat jij in een schietspel meedoet aan een spel. Hoe zouden ze dat uitlezen? Gewoon op, nou, een, op een monitor? Elke DNA heeft dus blijkbaar, net als je vingerafdruk, unieke frequentiecode. En zij hebben een soort van spiegel. Uh, uh, techniek in bepaalde atomen... ik ben daar ook niet echt in thuis... die ervoor zorgt dat het afgetapt wordt... die informatie in real life bij hun op een scherm. Maar, wat jij maar, denkt... Wat, wat, zie jij je, gaan wat, doen? wat zie je dan op het scherm? Gedachten zijn hersengolven... die worden vertaald naar nou, al jouw gedachten... worden gewoon opge... Op, zie je dan bepaalde beelden of zit je dan naar grafiekjes Ze te kijken? Ze kunnen meekijken door je ogen. Net als dat jij in een schietspel zit. Ja, ja gewoon als een camera, zeg maar. Ja. Gewoon jouw... Zij kijken door jouw ogen. Dus zit jouw ne neuro neuronische activiteit ja. om naar gewoon visuele... En waarom vertel ik dit? Lijp. Dan moet je je voorstellen dat je belangrijke figuren in de samenleving... politieke figuren, mensen die in ziekenhuizen op belangrijke functies werken en alles... Zij kunnen dus ook uh, in jouw alter ego, dus jouw onbewuste, ook boodschapjes plaatsen. Hmm. En jij denkt later, in die boodschap zit heel simpel bijvoorbeeld: stem op Rutte. Bijvoorbeeld. En jij stemt op Rutte zonder dat jij dat hebt gewild. Ik ga naar de McDonald's. Snap je dat soort dingen? Maar je hebt, je hebt bijvoorbeeld uh, out-of-body experience en dan kan je in jezelf kijken. Dus in, in die zin heb je toch ook uh, een, een astraal uh, visueel uh, aspect aan het hele, hele gebeuren? Ja, 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 tuurlijk. Maar uh, volgens mij spelen zij hier gewoon op het fysieke neurale brein, zeg maar. Oh, ja. uh, spelen ze daarop in. Gewoon heel banaal. Waar <laughs> ik ook eigenlijk heen wil, ik ga nu even heen en weer overal. Maar ook uh, wat die uh, dokter Jacobs naar voren haalt, is dat heel veel regressietherapeuten heel na naïef zijn. Als ze iemand in een hypnose plaatsen en die persoon is bijvoorbeeld ontvoerd, dan uh, vertelt hij vaak hele mooie verhalen. Hmm. Maar waar hij dus is achtergekomen, dat die wezens nadat ze iemand ontvoerd hebben, mishandeld hebben en aan een zware mind control hebben gezet, dat zij nadat dat is gebeurd en nieuwe geheugen in ze planten, dat er allemaal leuke dingen zijn gebeurd. En tijdens de hypnose loggen die uh, gehypnotiseerde mensen daarin, in dat fake verhaal wat geïmplanteerd is. Net als bij Men in Black dat je zo uh, kijk even hier naar, weet je wel, en dan uh, nieuwe geheugen wordt er ingebracht. Ja, als die flash device zo. Precies, precies. Hm. Ja, nou uh, wat hij dus zegt, heel vaak is het zo dat als mensen iemand hypnotiseren, dat, uh, dat mensen in, uh, bij die uh, geheugen komen die ingeplant is, en die regressietherapeuten weten dat niet. En hij weet technieken om dat ook te ontmantelen. Dus om echt goede informatie te krijgen van gehypnotiseerde mensen. Waarom zeg ik dit? Omdat heel veel mensen, uh, natuurlijk ik ook, um, Dolores kennen, uh, ook heel interessant. Maar niet alles hoeft echt zo te zijn geweest. Snap je? Wat in die hypnose-therapie wordt verteld, exact zo. Want bij Dolores kennen heb ik gemerkt dat zij uh, bijvoorbeeld over het ontvoeringsscenario, dat zij denkt dat dat. Dat is haar dan wijsgemaakt via die hypnose. Dat het juist goed is voor de mensheid, mm. zeg maar. Dat die genen worden aangepast. En ik vertel dit omdat onze gene, genetische ja, DNA en zo constant aan het veranderen is. Ook vroeger, ook nu. Dus misschien kunnen we het linken aan gebeurtenissen met COVID en wat er nu allemaal gebeurt: transformatie van de mens. Het is constant gaande, weet je. En, uh, uh, um. en het gebeurt dus via die entiteit op dat level. Dat, daar, wil daar wil ik heen. Ik ga echt, echt van alle kanten springen, kind. Maar ik wil punt maken, is dat het op een uh, interdimensionaal level wordt beïnvloed. En als we het over die matrix hebben, zijn het zeg maar de, de producers, dirigenten van die matrix, die hier via codes veranderingen inbrengen. Yeah. En dat brengt een heel andere dimensie in je onderzoek met zich mee als je de werkelijkheid om je heen onderzoekt. Ja, want uh, 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 je, je Peter Tony heeft het wel eens over die, die solar-updates, dat er dan ook nog allemaal uh, door de zon worden geüpdate met nieuwe informatie wat geencodeerd wordt in ons DNA. Heeft dat dan ook een multidimensionaal effect? Of is dat echt alleen maar op, op dit uh, niveau? Uh, ja, ik, ik, ik zou het niet weten. Ik ah. zou het echt niet weten. Ik denk zelf, uh, wat ik denk, is dat we gewoon meer percentage gaan waarnemen. En daarmee zou het ook een uh, interdimensionaal effect kunnen hebben. Misschien kunnen we dan wel die uh, verborgen realiteiten wat beter uh, observeren. Wat ik me afvroeg, want er zijn natuurlijk verkiezingen gaande nu en zo, ja. en ook in de hele wereld trouwens, uh, zijn er allerlei verkiezingen ja. gaande, zou dat een of andere reflectie hebben op die multidimensionale wereld? Is dat, is dat constant? Is, ja. Je hebt in, uh, in, zelfs in die oude gnostische boeken wordt er geschreven van uh, alles wat er gebeurt op aarde heeft, werkelijkheid op, uh, heeft effect op uh, andere werelden om ze heen. Ja, want je ziet geopolitiek nog enorm veel verschuivingen met Rusland en Oekraïne, met uh, in Afrika verschillende landen. Uh, uh, Amerika is een bepaalde interne strijd gaande. Uh, Australië die heeft, uh, wordt overgenomen door China half. Uh, Canada is een of andere interne halve koep gaande. Uh, 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 ja, in Europa zelf is ook weer genoeg gaande en zo. In Nederland hebben we ook een soort van uh, halve overname van de waf gehad en weet ik van wat dan maar niet. Um, Um, wat voor strijd moet dat representeren? Wat, wat, wat is daar. Uh, um, is, is, dat, is het een tweestrijd? Of zijn daar meer dingen gaande op multidimensionaal mm -hmm. niveau? Uh, strijd om uh, de, de besturing van de mens is het. Wie, wie heeft de controle over de mens? De mens zelf of een externe factor? Als je het vanaf dit perspectief bekijkt, hè, natuurlijk. Uh, en eigenlijk op geopolitiek laag ook, willen ze ook steeds meer uh, ons uh, dingen die wij gewoon zelf fixen, wordt het extern weer gefixt. En dat gaat tot in de diepe details natuurlijk. Hè? Ja. Als je een huis gaat kopen, weet je, waarom moet daar een makelaar tussen zitten die paar uh, die, die zoveel geld daarop pakt? Waarom? Omdat wij elkaar niet vertrouwen. Wij kunnen toch aan elkaar een huis verkopen alsof je fucking uh, spel Lego's verkoopt, ja. als je elkaar vertrouwt. Ja. Maar door dat wantrouwen moet er een makelaar tussen zitten. En daar zit, eh, tot het punt dat je daar bent gekomen, zit ook weer een gigantisch verhaal achter. Ja, Wat het inter, vaak, interdimensioneel gaat. Het is ook vaak om het huis op de markt te krijgen volgens mij. Hè? Dat, uh... Nou, jij kan je huis toch ook op Funda zetten en verkopen. Ja, en tegenwoordig dat is met, het, met het internet was. is ja, dat is zo makkelijk. Maar ja. ik wil alleen zeggen dat we heel veel diensten dus, uh, uh, elke keer laten we dingen, uh, besteden we uit. Alles. Maar je wordt er wel een soort van afhankelijk van. Want we, we besteden eerst dat bankensysteem uit omdat we het handig vonden om met biljetten te werken en niet met goud. En nu, hebben ze, nu zitten ze ons te dirigeren. Hm. Als je 20.000 euro wil opnemen, wat bij mij een keer gebeurd was, moest ik gaan verklaren waarom, heb ik uiteraard niet gedaan, waarom je ineens 20.000 euro nodig had. Maar is dat dan een bepaalde entiteit of zo? Dus iemand die zet, uh, die zet gewoon, uh, je vraagt gewoon of die geld wil bewaren in een kluis. En je wil je geld ophalen, gaat die vragen, hey, waarom kom je het halen? Dat is het verhaal eigenlijk. Dat leg ik die vent ook uit. Maar zelfs die vent dus, toen, pas toen ik het zei, dacht hij van, ja, maar daar zit eigenlijk wat in. Dus zo diep zit hij zelf ook in het systeem. Maar aanbidden we dan een soort van geldgod of zo? Ja, allerlei goden toch? Maar Mickey, is Mickey, wel een ja. Mickey heeft het uh, ook heel veel over de, tech, de techn, technology god of zo. Of uh, god AI of iets. Dat, dat er dus een soort van multidimensionaal entiteit is... die de uh, 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 meeste krachten uitputt als mensen technologische aspecten in hun leven introduceren. Ja. Het is, uh, ja, daar zitten we heel goed op lijn met Mickey. Want uh, ik denk dat ook wel. Die AI god, oh, cyber satan... Waarom denk je dat we die aflevering Cyber-Satan hebben genoemd? Mm, yeah, yeah. Is het nou een God of een Satan? En misschien bestaan ze allebei niet. In die vorm. Uh, ja, je moet je zo voorstellen: kijk waar die ChatGPT nu is. Uh, als die zich 500.000 jaar zodanig ontwikkelt, wat het allemaal zou kunnen zijn. En eh, wat voor negatieve effecten het op de mens zou kunnen zijn. Um, je zou het zo kunnen stellen, inderdaad, dat er een miljarden jaar oud al AI. Uh, technologie is dus. Want als we al, nu al een beetje beginnen te geloven dat er entiteiten zijn die ver, verder ontwikkeld zijn, hoe met een computertechniek, hoe ver is die? Hm. Kijk wat het, de techniek nu doet wonderbaarlijke dingen. Wat doet hun techniek allemaal wel niet? Maar dan kom je op die black goo nano zwerm wat, wat ik zie soort als een aanval. Want het schijnt ook in sommige kometen te hebben gezeten, zeg maar. Met die zwarte rotsen. Die black goo. Yes. En, en er gaat de theorie, ik zeg niet dat het zo is, dat ze via die cometen, die, dat die black goo, die negatieve black goo, dus niet de organische die de aarde heeft, maar die negatieve AI-vorm black goo, een soort van nano die in mensen is gaan zitten, weet je wel. En uh, eigenlijk uh, uh, de besturing van de mens uh, langzaamaan overneemt. Vooral nu, nu wij verder met technologie verder gaan, gaat diezelfde... Dat ding zit bij ons allemaal in lichaam. Ik denk 95% van mensen op aarde heeft die uh, materialen in zich zitten. Jij en ik dus ook. Uh, en dat maakt ook <kuggen> verder niet uit, want we weten niet beter dan dat. Um, maar gaan, we en daardoor, gaan we daardoor meer ons mobieltje gebruiken en zo? Nou, da daardoor ga je zo en zo uh, je persona meer worden. Mm. Ja, ja, ja. Niet alleen mobieltje, maar gewoon een totaal andere gedachtegang. En, uh, en makkelijker dus om remote bestuurd te worden met een extern apparaat. Kom ik weer terug op dat remote uh, ja, terug? Die Omdat die dingen in je lichaam zitten. Legt het de connectie dus uh, met, uh, met een externe factor. In dit geval is het AI God, maar hetzelfde ding wordt op aarde terug opnieuw gedaan, wat op een multidimensionaal level is geweest. Alleen nu via die. Uh, overheidsonderdrukkers, wat van die dra draconische rassen afstand, hmm. die zelf ook nog eens besmet zijn geweest, uh, geraakt daarmee. Met die AI. Uh... Alleen de, de helft van hun ontkent dat. Ja, maar die, die hele uh, uh, reptilians en dracos en zo, dat is, dat is ook heel divers, als ik het goed begrijp, toch? Zeker, zeker. Ik heb het ook niet in kaart. Ik hoef het ook niet in kaart te hebben. En je hebt er ook goede. Maar je hebt goede, dat goede. goede. <coughs> ja. Een paar jaar, Gewoon uh, <coughs> goede rassen. En uh, net als hier op aarde eigenlijk, hè? Ik denk dat we het beter zo kunnen bekijken. Maar, dan, dan, nee, maar als je hebt het op het... aarde ook gewoon goede blanke, slechte blanke mensen, goede donkere, slechte donkere mensen. Ja, maar dan heb je, je dus deze... inderdaad dus geen goede en slechte rassen, maar dan heb je dus alleen goede en slechte aliens en verschillende rassen. Juist, alleen als wij net iets nieuws ontdekken, net als op geopolitiek level, als jij Hamas voor, of, uh, uh, weet ik veel, Hamas voor het eerst hoort, is het anders dan dat als je hem gaat onderzoeken wat het is. Of nee, islam. Ik zeg het maar wat. Sorry. Ja. Mensen die islam horen. Ja, dit is beter gezegd. Uh, tien jaar geleden met die... Uh, hè, met die uh, campagne tegen islam... wat ze over de media horen, dachten ze dus dat... alle islamieten gevaarlijk waren. Nu zijn heel veel mensen tot inkeer gekomen... hebben wat meer uh, onderzocht... meer die mensen leren kennen... dat het dan alleen een bepaalde beweging is. Net als dat geldt voor... christelijke geloven, joodse geloven. Dus dat geldt dus ook bij... Dat ontdek je dus ook. Eerst hoor je alleen reptilians. Je hoort van David Dijk reptilians, reptilians. Je hoort alleen maar shapeshifters en rituelen en shit. En ja, dan, dan ga je dat denken. Totdat je ontdekt dat uh, deze werkelijkheid misschien wel miljarden soorten uh, entiteiten kent. En oneindige werelden. En dat daar gewoon ook uh, soort van uh, verschillen in zitten. Van uh, agenda's en uh, loyaliteit naar de mens toe. Ja. Ja, heb uh, je wel eens die Handbook of Aliens gekeken van de KGB? Is dat een soort van uh, handboek, masturbeerboek? Dus, uh, <laughs> nee, het is geen masturbeerhandboek, nee. met aliens erin. Misschien ook iets met uh, voortplantingsproces, hybridiseringsproces. Nee, nee grapje. Oh, nee, nee, uh, ik weet niet. Uh, nee. Uh, nee, uh, wel, is, wel ze, het, Nee, nee, het nee, nee ik heb er wel eens van gehoord. Nee, nee, ik ja. Niet ja, heb er wel eens van vallen. En was het doorheen gebladerd en zo? Nee, nee, dat niet. Dat is echt vet shit. Ik vind het echt geweldig. Uh, ik heb hem al ik heb hem al echt al uh, vijf keer of zo tevoorschijn gehaald dus uh, of aliens maar uh, uh, Mickey die heeft hem ook al een keer helemaal uitgebreid uh, uh, oh die zag ik voorbij komen toevallig ja, ja. Beh behandeld Even kijken. Ik weet niet of dus die dat... gaan er ook vanuit dat er gewoon bad guys tussen zitten dan in dat geval neem ik aan um. Uh, ja, dat is volgens mij een hele objectieve beschrijving gewoon van wie ze zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze, wat uh, iets is vastgelegd. hebt uh, uh, ja, volgens mij wel inderdaad wat hun diplomatieke relatie is met, uh, met instanties en mensen en al dat soort dingen. Zo, maar wanneer uh, is dat uitgebracht? Uh, oh, dat weet ik niet, uh, geen idee. Het is ook een beetje, een beetje knip en plakwerk zo, maar ja, gewoon dan een heel boek om het veel groter maken. Uh, met allemaal introductie naar nou, je begin het, weet je. Dan ja. heb je gewoon allerlei verschillende aliens. Het uh, houdt ook me niet op. Nou, dit vind ik dus interessant. Ja. Yeah. Zo leuk om te zien. Ja. Yeah. En uh, er staan dan ook een wat bekende tussen, zoals. Uh, um, uh, uh, ja, dit, die smat, dat zou dan uh, zo'n. Zo, 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 uh, ship chip kunnen zijn, maar dat zou dan ook gewoon een alien species kunnen zijn. Hier um, ja, Anunnaki natuurlijk. Um, Verschillende soorten Grace-achtige maar dan inderdaad gewoon beschreven. Ja, en, en dan ook uh, hier Reptilians. Ja, ik weet niet wat dit voor vage afbeelding is, maar. Uh, Slangen of zo? Ja, oh, mensen, slangenmensen of zo. Ja, ja ik, wat je in Stargate ziet met zo'n. Uh, ja, precies. Het lijkt meer een soort van uh, weergave yeah. in verschillende spectrums of zo. Uh, maar, <coughs> ja, ik, uh, ik heb hem niet gezien. Uh, ik, ik vind het wel leuk om te. Ja. Ja, mens, gaan, er... Mensen gaan diep op die shit. Dat is wel, dat is wel geinig. Ik, ik merk wel dat mensen uh, geïnteresseerd zijn en zo. Maar <coughs> omslagpunt dat het echt nog een grotere massa moet bereiken, is er nog steeds niet. Um... Maar denk je dat we ze ooit gaan zien? Of gaan we gewoon met z'n allen meer dingen hallucineren? En dan uiteindelijk dat we met dezelfde dingen aan het hallucineren zijn. dat we met dan, dat, dat zeg maar die 5D-wereld is. Dat we allemaal een soort van droomstaat ontwikkelen die. Uh die realiteit waar je dan ook in uh, leeft. Ik denk eerder dat, dat we wel uh, in een soort van contact komen... of te weten komen in ieder geval dat we niet enige op deze planeet zijn. Hmm. Maar hoe dat exact gaat, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat niemand dat ook weet. Dat het echt aan onszelf ligt hoe we die scenario gaan schrijven. Ik denk dat dat, dat belangrijk is om dat uh, uh, vaker naar voren te halen. Van ja, hoe ga je dat dan doen? En... Uh, en wat voor invloed heeft onze waarneming daarop, zeg maar. Want ja. het schijnt zo te zijn, dat heeft ook met die kwantumfysica te maken, dat onze waarneming daar heel veel effect op heeft in uh, de voortgang van het contact met onze oorspronkelijke uh, entiteiten. En deze entiteiten, die wat negatievelingen, ja, die worden toch vaker uh, in verband gebracht met trauma's en met beïnvloeding, manipulatie, daar staan ze ook bekend om. Maar waar ik he eigenlijk heen wil, omdat ik dit toch een beetje even wil linken aan geopolitieke laag, is dus om een inzicht te krijgen hoe dus ook zo'n politieke leider kan worden beïnvloed. Uh, yeah. En trek je het nog verder door in hoeverre je zelf ook kan worden beïnvloed, weet je? Want je hebt zelf toch ook wel eens handelingen die je doet waarvan je later denkt: waarom heb ik dit gedaan? Had uh, ik misschien beter niet kunnen doen. Wie was die versie die dat deed? Snap je? Dus hier zit echt wel een, uh, een um, uh, filosofisch uh, verhaal achter. Zeg maar, het is niet alleen maar even uh, Secret Space Program en al die shit onderzoeken: van ja, uh, zijn we altijd wel onszelf? Ja. Snap je? Zo en naar mijn idee ja. hebben deze entiteiten hier invloed op. Ja ja want uh, bijvoorbeeld zo'n uh, uh, een uh, Netanyahu die is dus nu uh, 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 die is dan heb ik gehoord uh, uh, op wraak uit hè? omdat zijn familie uh, is uh, vermoord door zelf, uh, zelfmoord nee uh, hey, maar dat geogreste. is toch logisch maar nou klinkt net aan jou wat Netanyahu, uh, Netanyahu? <laughs> ik klink net aan jou of niet net nou, nee, maar, nee, <laughs> nee. <laughs> nee maar nee, nee maar wat dan uh, ja, dat die, dat er gewoon een persoonlijke kan... trauma zit of Geen zo je, je, ik zie het wel aan zijn uitdrukking weet je ja. Ik heb niet, ik, ik, ik voel bij hem ook zeker een uh, zwaar draconische laag uh, bij zijn uitdrukking gewoon, als je hem ziet. Dat hij gewoon bezeten is. Het is net aan jou. Net aan jou. Ja, ik moet meteen denken aan die Kanye West shit. Weet je wel, dat hij daar zit met zo'n net en zo'n zo flesje Yahoo. En dan denk je, <laughs> ja, net aan Yahoo. <laughs> ja, ja. Maar weet je wat het grappig is? Uh, dat Kanye verhaal is precies een jaar geleden. En toen zat iedereen tegen Kanje: Ja, hoe kan je dat zeggen? En dat was ook natuurlijk, hè, eh, natuurlijk wel uh, vreemd uh, hoe hij dat deed. Hij heeft wel uitspraken gedaan die ik nooit zou doen. Maar een jaar later gebeurt dit. En hij, zei, uh, hij, zei, hij zei letterlijk: I like Hitler. <laughs> dus ja, zelfs ja. Alex Jones die zat daarnaast. Nee, The nee, fuck? nee. Ja. <laughs> en hij zat er met die full face mask which, van de Balenciaga ook nog een keer. Ja, dat was geweldig. Maar, maar, maar ja, dat hij zelfs Alex Jones versteld doet staan. Yeah. Nou, dan is er echt wel wat voor nodig. Ben, maar die, wat ik dus mooi vond aan die aflevering met Alex Jones, daarom was ik erdoor geïnspireerd. Want ik had later met Chris van Ende, ik had toch ook dat ding opgedaan. Met die oude nieuwe aflevering. Had ik ook die Kanye West shit opgedaan. Oh ja, dat klopt ja. ja. Dat Had ik die klopt net dat aan dat jou niet. ook meegenomen, alles. Dat meen je niet. Ja. Oh ja, dat klopt ja. Ja, dat is precies een jaar geleden. Maar hoor, dit. Wat ik cool vond, is dat je kon merken dat die Kanye West zich zo thuis voelde bij Alex Jones. Want je kon ook merken, Kanye wist precies uit zijn hoofd wanneer de reclames kwamen. Want dan zei hij: Canyon ging het overnemen. Ja, vertelde hij zijn verhaal. Maar after the break uh, ga, ga ik weer verder, weet je. Hij voelde zich helemaal. Waarom? Omdat hij hem ook al jaren volgt, natuurlijk. De, dat hebben sommige mensen die bij ons ook komen. Weet je. Je, je, je komt erin, maar als je, het, als je het al een paar jaar volgt, uh, je, je weet het proces, snap je? En dat zag ik bij Kanye West, bij Alex Jones. Dat vond ik wel mooi om te zien. Maar in, in, inderdaad, het is wel slim, slim van Alex Jones dat hij wel een beetje gas terug heeft uh, gezet in dat geval. En, uh, maar, maar het blijft een mooie figuur. Maar dat is dus iemand dus die, uh, je zit het aan zijn uitdrukking, hij durft gekke kleding te dragen, maar ook gekke uitspraken te doen die iets teweeg brengen. Ja, Alex Jones ging daar met een reptielenmasker zitten, zitten tegenover. <laughs> ja, nee toch? Jawel, nee. jawel hij zat daar. Dus kan zat daar met zijn full facial masker en dan zat Alex Jones met zijn een nieuwe aflevering? Nee, dat was die aflevering. Nee, ik heb Alex niet gezien met die uh, reptielenmasker. Die masker. Maar, maar maakt verder okay, ook niet uit. Maar... Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb er zelfs nog een meme van gemaakt, ja. Maar dat was bij die, bij aflevering. die volledige aflevering ja, ja, ja. misschien dat hij hem even op heeft gezet tussendoor. Ja, 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 hij was niet de hele tijd. Nee, het was okay, niet de dat, hele dat tijd. zou kunnen, dat zou kunnen. Die heb ik dan even, even gemist. Ja, blijf mooi. Maar die Kanye West heeft echt wel. Uh, ja. Even kijken. Uh, 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 De hele yeah, wereld yeah. had het erover. Ja, <laughs> serieus. Zo, hij zat ja. Daar zo, uh, geweldig, geweldig. Dat was die aflevering, had ik ook maar even opgezet. Maar die deden die dan later, deden die af inderdaad. Uh, ja, ja, yeah. ja. deze shit, jongen. Dat was echt geniaal. Maar, ging helemaal Om even, even terug te komen op uh, podcasten. Um, dat is iets wat ik een beetje mis, dus in Nederlandse podcasten, zeg maar. Snap je? D dit, dit soort dingen. Een beetje gekkigheid. Nou, ik, ben van plan, ik ben van plan dit te gaan doen met Club Allerhoed. Wat dan? Nou, ja, ik, ik, wil dus, uh, uh, ik ben met dezelfde gozer van de Soulflix, Paul... Uh, van Sluis, uh, die, die heeft van Studios en studios tot beschikking. En dan wil ik een show gaan doen waarbij je uh, de kijker interactief dingen kan activeren in de studio. Oh. Uh, en dan kunnen dus mensen bijvoorbeeld een meter aluminium doneren aan uh, een van de mensen die dan daar zit. En dan kan iemand die dan helemaal gek gaat, helemaal ingepakt worden met allemaal aluminium. Oh, ja. En dat idee wil ik helemaal uitbouwen met allemaal nog verschillende dingen. Maar dan wil ik dus eigenlijk Mickey en Chris en Joost en, en dan ik en dan misschien nog wat mensen erbij allemaal in een kamer douwen hè? en dan gewoon onderwerpen erin gaan. En dan gaan we erover ja. discussiëren. Dan pakken we items erbij en dat doen we dan op deze Soulflex uh, want daar hebben we helemaal geen restricties juist. voor YouTube. Dus, dus we kunnen hem helemaal gat naar de gat ja. vergaan. Ja, als, als je het goed in elkaar zet, dat het geen gedwongen humor is. Want uh, vaak zie je dan, uh, soms zie je dat mensen iets willen doen, maar dat het dan gedwongen is, weet je? Het beste is als ze niks verwachten. Want ja. zo, je kijkt naar Alex Jones, je hoeft niks te verwachten. Eigenlijk verwacht je gewoon een reportage over bepaalde thema's waar niet over gesproken mag worden. En dan word je verrast doordat Alex Jones gek gaat doen, snap je? Maar als je van tevoren weet... van dit is een comedy ding... dan is het heel lastig om relevant en grappig te klinken. Lijkt mij, hè? Of je moet er heel prof in zijn. Dus nee, het is maar... Ik, een, ik hoe denk de, ik, de, niet, niet hoe jij dat gaat doen, hoor. Maar ja, bijvoorbeeld... ja, maar wat ik, ik, denk, ik denk dat ik een, 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 een formule heb ontdekt... en dat is gewoon loslaten en niet juist, plannen. Juist. En dan, dan kan je het meest authentieke krijgen. En juist. niet alle afleveringen kan de meest grappige zijn, maar als je het helemaal loslaat en iedereen kan gelijk lekker zichzelf zijn, dan is ongetwijfeld gebeuren er allerlei grappige ik, dingen. Ik denk dat zo'n aflevering bezield moet worden. Uh, wat ik daarmee bedoel, uh, je kan een boek schrijven hier bij deze ook, bij mijn eerste boek ook. Het moet gewoon ook lekker voelen als je hem leest. Kijk, je kan alle informatie hebben, je kan uh, het heel mooi brengen en alles, maar als er geen feeling in zit, en dat geldt voor podcast ook. Mm. En dat is ook de reden waarom ik vaak dan niet opneem. Is omdat ik die feeling er niet in kan krijgen, zeg maar. Die bezieling die erin hoort te zitten. Wat, voor me, wat, wat ik zie als een bezieling. En wat uiteindelijk ook de kijkers ook wel oppikken. Uh, je kan hem ook uh, uh, geforceerd opnemen. Maar dat merk je in, in het gevoelsveld wel, zeg maar. Dat merk je wel. En uh, daar hou ik wel rekening mee. Dus ja, net wat ik zeg. Als, die gewoon, uh, als het gewoon klopt hoe jullie met elkaar zitten... Zonder, Ik kan dat zeker wat worden. Goed idee man. En dat. Ja. ja. ja, ja, ja ik ga op het schakel een beetje meer experimenteren. Um, um, dus ja, maar kijken. Misschien, misschien krijg je er wat van mee. Zaterdag wil ik er misschien ook wel wat doen, maar dan moet ik even kijken. En, uh, maar het moet inderdaad gewoon heel erg losjes zijn allemaal. Uh, en uh, ik, ik denk dat ik wel uh, dat op een gegeven moment nu wel een beetje bemeesterd heb. Het losjes zijn. Uh, gewoon lekker alles loslaten en shit. Dat is wel. Uh, of in ieder geval, ja, volgens mij ja. wel. Ja, dat het ontspannen is. En het, en het hoeft niet elke keer grappig te zijn of zo. Het, dat het gewoon de lekste sfeer nou, is. Het, het hoeft niet altijd dijkenkletsen, hilarisch, stren nee. en nee, 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 nee. over het lachen te gaan. Mm. Maar uh, dat soort momenten creëer je wel als je het loslaat. En dan sommige afleveringen zijn matig, grappig. En dan soms hebben we er een fucking hilarische tussen zitten. Ja. Want ik heb het nu ook wel eens met de podcast. En met, vooral met, met Max. Maar Max gaat het altijd helemaal los, want hij neemt altijd mensen mee die. Ja, die gewoon helemaal uitbundig zijn. En uh, dan, dan hoor ik ervan, en dat is helemaal niet de bedoeling dat het grappig is. Maar ja, uh, mensen vinden het natuurlijk wel grappig. En dat mag gewoon. Uh, maar er ja, gebeuren dus de wildste dingen. He, uh, uh, Max van uh, die fakkel. Ma Max van den Berg, inderdaad. Weet en... je waar ik laatst aan zat te denken trouwens, die Boudet die is toch met die uh, paraplu geslagen. Die gas kwam een dag later vrij. Yeah. Maar die Max, die stond met de fakkel en hoe, heeft, hij heeft gezeten. Drie maanden daar. lang heeft hij gezeten. Moest hij de, gezeten, hoe kan dat? Ik, ik begrijp dat niet, weet je. Dat zijn, dat, je zou zeggen dat het eerste veel erger is, toch? Want hij wat hij is ook genaamd, ze hebben ook in de rechtszaak gezegd dat ze hem gewoon als voorbeeld hebben gesteld. Dus er was een grote probleem. Dus dan ben je eigenlijk een... Een, 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 een ja. patsie. Ja. Ja, dat is het, ja. Dus er dus geen recht, dus onrecht wat hem is aangedaan. Uh. Maar ja, dan, dan ziet de staat, ziet dan de actie uh, voor het grote belang uh, groter. Uh, hè? Dus iemand uh, uh, harder straffen dan nodig. Uh, of dat dat redelijk is. Alleen dan om een bericht uit te stralen van uh, ja, toch wel angst. Hè? Dus ja. om mensen te demotiveren om ook uh, dergelijke opstand te doen. Uh, ja, dat vinden ze dan gerechtigd. Dat nou, noemen ze recht. Ja, ja. In, in, in het land van waar de rechtsstaat oh zo. Zo gevierd is. Ja, dat is typisch. Is dat. Ik reed net op de snelweg. zag ik een. Uh, uh, Zo'n. Uh, reclamebericht van. VVD. Mm. Mm. Wij staan achter jou. Ja, echt. Oh, die heb ik ook gezien. ja. Deze motherfuckers. Maar dat is niet de eerste keer. Maar hoe. is hoe, 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 dus helemaal niet slim. Om dat uh, neer te la, zetten. Luister, het is sarcastisch bijna. De, de, de la, laatste keer. De laatste campagne. Die video hebben ze ook verwijderd. Uh, we hadden ze op Twitter een video geüpload. En dan zeiden ze van. Voor de toeslagenouders zijn wij er. Of zoiets dergelijks, zoiets dergelijks. En die moesten ze ook verwijderen omdat ze fucking fallback kregen van heb ik jou daar, weet mm. je wel. Maar dat, ze zijn arrogant daar als motherfuckers. Die VVD'ers die, die hebben echt scheid. die hebben echt lak gewoon. Die, die, die zeggen gewoon van we gaan, gaan, gaan jou helemaal nou, helpen Die kleden je vervolgens helemaal uit. Volgens mij uh, wordt deze aflevering uitgezonden uh, als, uh, na de verkiezingen, toch? Ja. Ja, ja, ja toch? Ja. Uh, wat ga je doen? Ga je stemmen of wat? Ja, ja. ja? Piratenpartij of zo? Of LP. LP, ja, de Liberale. Li libertaire Partij, ja. Oké, okay, oké. Okay. En dan vooral omdat um, ik echt wel Tom Lamoen wel een goede gozer vind. En hij heeft gewoon echt een, een prachtverhaal. Want eh, uh, eh. Uh, um, uh... Uh, ik vind het zo, zo vet. Ik vind dat alle kleine partijen in de politiek moeten. Samen voor Nederland, Piratenpartij, uh, uh, en dat Plan, die, die dingen die je hier ziet liggen. Uh, maakt niet uit wat voor partijen er meer zijn. Jezus leven. Ik vind dat ze allemaal erin moeten. Uh, het liefst uh, iedereen uh, een iedereen zetel, als het aan mij ligt. Maar uh, jo, die, uh, uh, die Tom Lamoun jongen, hij, hij zei gewoon... Ik heb met hem hier een podcast, uh, ze hebben gewoon alle ministeries erbij gepakt... en zijn we gewoon één voor één gaan afwerken welke er weg kunnen. En de conclusie was, ze kunnen allemaal weg eigenlijk... Dus ja, ik denk dat, dat wel. Ik ben er wel mee eens. Gewoon een hele, hele piepkleine overheid. Gewoon een heel klein overheidje. Mm -hmm. Dus ja. Uh, yeah, dat, dat. En weet je wat het is? Ook al is het misschien de, de 100% die wens is misschien niet wenselijk. Maar ik weet dat we in de huidige situatie, waarbij we zeg maar een soort van 50% van Nederland werkt voor de, voor de overheid. 50% van werken Nederland werkt voor de overheid. Iedereen komt om in de subsidies en de. En, de, en, en dus en wil ik van wat allemaal. Uh, iedereen hangt aan die tit. Overheid die, 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 die maakt een, een miljard aan inkomsten per, per dag. Een miljard per dag, hè. <tie> gaat helemaal nergens over. Er gaat zoveel geld toen om. En er wordt allemaal verspild en allemaal klimaatmeuk en Vreselijke bureaucratie en consultancybureaus, en het, het is vreselijk. En, uh, maar, maar ja, dat moet minder gewoon. En de enige manier om dat minder te doen is het gewoon af te breken. Gewoon, gewoon helemaal afbreken. Al die, al die ministeries. Misschien gewoon weer opnieuw beginnen of zo. Ja, oh ja, het is echt een. Uh, ja, ik, ik denk er niet zo vaak over na of zo. Hoe dat exact zou moeten. Zouden we dat wel moeten doen? Want dan ga je voorstellingsvermogen toch gebruiken. En, uh, ik, 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 uh, ik hou me de laatste paar maanden niet. Laatste paar jaar eigenlijk niet uh, heel erg veel mee bezig. Ik volg het wel. Ik vind uh, dat wel. Uh, die Baudet is wel het uh, meest relevant in hoe ik erin sta. Baudet gaat wel lekker hard. Ja, ja, ja. Dus dat. Uh, ik vind wel goed wat hij doet. Dat vind ik wel goed. Maar uh, energetisch gezien, ik voel als ik mijn stem uitbreng, uh, is het op een, uh, op een andere level zo, denk ik, voor mijzelf hoe ik erin sta van uh, dat ik toch uh, wat macht weggeef of zo. Ik weet niet. Maar dat betekent niet dat mensen die wel gaan stemmen... dat ze niet, in hun, uh, dat ze niet bewust zijn of zo. Dat zeg ik dan ook niet. Ja, ik, ik maar denk, het is ik, hoe, je er zelf, hoe jouw perceptie op dat stemmen is. Ja, jouw ik denk dat het niet perceptie. heel veel uitmaakt gewoon. Het nee. maakt hem gereed uit of je nou wel stemt of niet. Nee. Maar ik vind het leuk om te participeren. Ja, ja. En, uh, en ik, ik denk wel dat je uh, als je massaal organiseert... Nou, dat hebben wij helemaal niet gedaan, dus... Uh, dat zal uh, waarschijnlijk allemaal een beetje nat worden. Maar als je echt massaal organiseert. dat jij inderdaad, net zoals de FVD. best die Tweede Kamer kan binnenkomen. Of, of misschien een andere bestuursvorm mm -hmm. dan wel op gemeenteniveau. of anders op. Uh, dat denk ik wel. Maar of je dan daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Ja. dat is dan weer tot tweede. En je ziet dus met de FVD. Worden we worden helemaal in een hoekje weggeschreven. Je zag het met de PVV. Uh, kijk, ze doen toch maar whatever de fuck ze willen. Ja. Ze luisteren toch niet naar de meerderheid van het volk. Ze maken er zelf van. Ze houden iedereen in de controle. Dus het, het is het, ook die systeem, is helemaal rigged met de polling en de kieswijzer. En, het is allemaal zo oneerlijk als de pest. Maar ja, weet je, kijk, als ik dan toch iets mag doen met mijn stem, dan gaat hij gewoon naar de meest kleine motherfucker, weet ja, je wel, toch? hier. Uh, 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 misschien, uh, misschien is het ooit eens een keer uh, zover dat er een, uh, een klein partijtje weet binnen te komen. Uh, uh, yeah, uh, ja, uh, Maar ja, het blijft een poppenkast, een show. Uh, oh, en ik ja. heb zoiets dat ik gewoon kaartjes koop voor het theater, en dat ik dan mag stemmen wie, uh, wie in de kast zit van het script wat al geschreven is. Uh, yeah. Het lijkt me leuk om zelf eens een keer mee te doen aan die show. Fuck het, een beetje te ja. gaan lopen fucken en zo. Als het dan ja. toch niet uitmaakt, weet je nee, Want heel veel nee. mensen die zeggen: Van oh, maar je neemt dan heel veel verantwoording op nee, deze mensen dragen ook allemaal geen verantwoording. Die lopen lekker letterlijk de oude hoeren naar als een stelletje idioten drugs te gebruiken, fucking uh, 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 wijntjes te drinken. Smiddags, uh, uh, allemaal ni Niemand houdt zich aan de regels. Iedereen die iedereen die probeert uh, uh, allemaal onder hun verantwoordelijkheid af te komen, allemaal een mes in de rug steken. Daar het is, één een grote kleuterklasse met uh, alleen dan met, uh, met, met veel geld. Um, ja, wat je zegt, kleuterklasse en je wordt als een kleuter als Geïndoctrineerd. Kan je even op Google eens kijken? Oh, ik zie dat je die trailer hebt. Laten we die zo afdraaien, misschien wat doornemen dan over dat. Dat ja. goede. Doe, doe maar uh, eerst de, deze met je kijken. Die, uh, je hebt toch die uh, uh, ty type zin op Google: Debat, about that. yet uh, en uh, die, die uh, non-binaire. Zeg maar. Oh. Uh, maar dan zie je hoe het NOS dat op hun. Debat met Bram. Uh, wacht even hoor. Uh, doe ze op YouTube? Doe ze op YouTube datzelfde? Daar zie je hoe op een kinderachtige wijze je onbewust wordt uh, gevoed, zeg maar. Nou, dit lag toch wel heel erg op de oppervlakte, even shit. kijken. Da ga je eens. Nee, maar wat wat Ga je eens terug? Nee, nee, nee. Ik wil even die thumbnail. Ga je eens naar beneden. Ga je eens naar beneden. Rustig, rustig, rustig. Ga je eens nog naar beneden van NOS? Uh, zet eens NOS erachter. Kijk, ehm. Um... Je, uh, normaal zag je daar staan hier, uh, bij Baudet zag je zo staan Poetin ja? die is van Baudet, we moeten van NOS zelf hebben hè? die thumbnail, schrijf eens naar beneden ik hoop dat we hem... ja, oh. hier, 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 kijk, kijk, oh, kijk. Ja, 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 deze ja, ja, bedoel ik ja, ja. Ja, dus niet ja, ja. afspelen, kijk dit is hoe, hoe het op kinderachtige wijze onbewuster wordt uh, gevoed Baudet, Poetin Jette, non-binair en wonen. snap je wat ik bedoel? En voor mensen die je dus niet interesseert, die zo scrollen. Komt die informatie wel naar binnen? Mm. En hebben ze wel een frontloading van ideeën over Baudet en over Jette zo binnengekregen? En ze, ook heel heel nog, de ze deden ook nog die moderator Dat er uh, als er iets slechts over Jette werd ja. gezegd, werd dat verwijderd. En over Baudet, dat mocht gewoon allemaal blijven bestaan. Uiteindelijk is Positief voor Baudet geëindigd. Waarom? Omdat mensen gewoon massaal inzien. <laughs> dat, 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 dat ze meer daarin herkennen. Maar goed, zullen we die trailer dan afspelen? Hoe lang zijn we bezig, Gozer? We zijn uh, bijna twee uur bezig. Oh, Oké, okay. super man. Nou, ja, gewoon met de trainer er even in. Ja, het is van het nieuwe boek dus. Voor mensen die, die misschien, uh, hoe heet het, uh, dit ook uh, voor het eerst zien. We hebben natuurlijk veel gelijke kijkers. Maar ja, misschien uh, ja, even laten zien. En als jij nog uh, wat over wil zeggen. Ja. Mystery objects found. German scientists recruited by US. Operation Paperclip. Operation High Jump, Antarctica. Designers. Hybridiseringsprogramma's. Versmelting from feit and fictie. Secret Space Program. Ontankerproject. Brain-computer interface. Hard-brain interface. Nu verkrijgbaar bij bol.com, Bruna, een matrix Shop: Droomstaat van controle, versmelting van feit en fictie. Zo, eindelijk na twee uur gaan we daar wat over hebben. Maar geen niet, We hebben wel een leuk gesprek hiervoor gehad. Dus, uh -huh. uh, yeah. Ja, maar dat, uh, de droomstaat van controle. Ja. Is dat een, een, een voortbouwing op de hek van de Matrix? Uh, eigenlijk wel. Eigenlijk had uh, dit boek ook Hek van de Matrix kunnen heten. Omdat uh, die hek op een andere manier wordt benaderd. Met het idee dat we echt gehackt in het originele experiment zijn. In, in de originele Matrix zijn, om het zo maar te zeggen. Maar die titel, uh, later uh, kwam... Kijk, je ziet hier, het droomstaat is van dat je een bepaalde... Dat de, deze wereld, een andere woord voor Matrix... zou je ook een droomstaat kunnen noemen, hmm. die we hier beleven. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, droomstaat van controle. De utopie waar ze ons naartoe willen leiden. Mooie droomstaat, die het niet is. Ja, je? ja als een soort... Droomwereld, van... weet je. Droomstaat, droomwereld, maar eigenlijk van controle. En week geleden kwam ik erachter is dat je die droom achterstevoren... zie je moord. Moord staat. Ah, ah, ja. hey, en die heb ik, daar denk je natuurlijk niet zelf over. Maar dat is wat je besluit van het binnen. Uh, werd ik geïnspireerd... door Martijn van Staveren. Dat hij een keer die term gebruikte. Dacht, hey, dat is een vette term voor een boek. En later ontdek je dus ook nog... Wat, wat het allemaal in kan houden. Dus dat is wel vet. En dat is het boek zelf ook. Het brengt echt heel veel verschillende aspecten door elkaar heen. Maar begrijp ik het goed dat je hier dieper ingaat op de technologieën die dan die matrix allemaal in stand houden? Ja, één deel, één hoofdstuk is daarvan. Maar ook het uh, gedeelte dat er gewoon uh, uh, hoe die invloeden een beetje tot stand zijn gekomen op het militair uh, kabal wat ik noem in uh, Amerika, weet je wel. Hoe die programma's zijn ontstaan. En wat de linken zijn met My control programma's die zogenaamd gestopt waren. Maar uiteindelijk verder zijn uitgerold om de mens remote te kunnen besturen waar we het net over hadden onder andere. Maar ook... Uh, de ontvoeringen link ik eraan. Want het komt er altijd op neer dat een mens een uh, soort van in een experiment zit en allemaal uh, entiteiten aan zijn sleutelen, zeg maar. Hm. En elke beslissing is weer van belang voor een bepaalde groep entiteiten. Uiteindelijk nooit voor de mensen, wat zich op geopolitieke laag ook weer verhoudt, maar dan op een andere manier. Ja. En daarmee uh, zie je ook de connectie tussen die onzichtbare werelden en de werelden hier. Dus uh, 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 heh, hoe zie je dat dan? How, hoe wordt dat zichtbaar? Uh, nou, je kan het bijvoorbeeld zien. Het systeem van uh, baas, manager, uh, chef. Uh, de hiërarchie, zeg maar. Hiërarchie, ja. piramidesysteem bestaat dus ook in die interdimensionale werelden. Ja. Heb je ook bijvoorbeeld gr uh, grace boven reptiliën, daarna insectoïden. Ik, ik, misschien zeg ik het helemaal niet goed, maar in het algemeen daarna drakenreptielen, daarna de draken zelf. De, de draken je, zelf. Elite-lijnen, dat is, dat is hun god, zeg maar. Dat zijn weet je, die draken zelf, de, de volle intelligentie. Nee, en die draco-reptiliërs, die, die, die voelen zich elite, omdat zij die vleugels hebben die, nog niet, die niet functioneren, maar die stammen nog af van die draken. Daarom hebben zij die hoogste rang, vinden zij dan weer. En dat zie je op aarde ook terug, weet je? Je hebt in Tokio heb je architectuur gaande waarbij ze gaten en gebouwen maken... ...zogezegd om uh, Feng Shui-draken uh, vrij over de stad te kunnen laten de, ja. gaan. Ja. Ik, ik, ik geloof zo dat ze hebben bestaan. Ik heb ook wel eens oude... Uh, 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 dat vind ik zo, en zo interessant, van die oude stenen die op bomen lijken, toch? Dat het oude bomen zijn die gesteend ja, 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 zijn. Ja, ja, zo. Maar dat heb je dus ook van, van een complete draak, joh. Moet je maar eens even kijken op Google, zo'n het... versteende draak. Dat is absurd. Uh, dat denk ik van, hé, hey, zou het kunnen, weet je? Hoe schrijf je versteend? Dat is niet stoned, toch? Uh, stoned dragon. <laughs> ja, stoned. <die> <laughs> ja, ik denk dat ik iets anders krijg, denk ik dan. Ja, doe eens. <laughs> <laughs> Misschien stone age dragon. Doe eens stone. <laughs> ja. Uh, ja, wat is versteend in het Engels, in en godsnaam? Do uh, 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 doe is gewoon versteend. Versteende draak. Petrified. petrified, petrified is dat. Oh ja, petrified. petrified. Ik moest even aan Medusa denken. <laughs> um. Ja, afbeeldingen. Oh, oh, eventjes. En dan China of zo? Oh, nee, hier. Ik weet niet, kijk eens even. Uh, dragon shaped rock. Ja, die is het volgens mij, ja. Meen je niet? Is dat dit? Ja, ga eens even nog een paar uh, pagina's verder voor duidelijkere foto's. Petrified dragon. Hé, hey, daar rechts was dat. Dit? Ja. Rock looking like. Uh, even kijken. Oh, nee. een qr code Oké, nou dan. Oh ja, dat is wel beter. Dus een drakenhoofd en 20 pop-ups. zoveel alles afwijzend Nee geweest. Nee, ik denk dat die eerste was die je had. Maar. In ieder geval. Ik geloof zo dat ze zijn ontstaan. Maar uh, daar zie je in ieder geval in terug. Uh, in. Uh, in die oh. hiërarchie, blijkbaar. Uh, ja. Zie, zie je dat wel? En uh, ja, weet je, dat systeem, uh, dat, uh, dat denken, dat denkwijze, dat heeft dus te maken ook, denk ik, met die nano-black uh, goo waar ik het over had. Dat, dat het systeem daar wordt ingebracht. En als mensen nog niet bij dat systeem staan aangesloten, worden er genetische experimenten met ze gevoerd, zodat ze ook hetzelfde gedachtensysteem krijgen. En dat gaat dus op een uh, level van geopolitiek hè, binnen de matrix, via media en alles. Maar het komt van dat interdimensionale level vandaan. De, de bron uh, oorsprong van het experiment. Doen ze dat ook door die Saturnus cult en zo? Zou best kunnen, man. Want dat die... is toch die Black Cube uh, shit en zo? Ja, ik weet er wel weinig vanaf, man. Uh... ja. Maar ik, 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 ja. Je bedoelt die sectes en zo. Uh. Ja, want die, je hebt natuurlijk die hele black cube dingen, overal zwarte kubussen. Oh, die dat, zo staan. Ja, Nee, dat weet ik wel, ja, tuurlijk. Maar ja, ik dacht ja. Ook dat dat enige black uh, goo connecties had, die black cubes. Ja, ik vind het wel uh, vaar, als je zo'n computer zit en zo'n ding. Ik heb ze wel eens naast elkaar gezien, denk Ik hoe wow, absurd hoe dat op elkaar lijkt. Uh, zo'n black cube en een quantumcomputer? Ja, die lijkt... Ja, uh, quanto het zou... is toch zo'n hele hangende situatie ja, met allemaal okay. pijpjes en zo. Ja, maar je hebt toch ook die D-Wave, als oh, je ja, hem ja, ziet. Ja, maar uh... die kast eromheen. Ja. Dat, ja, dat is gewoon echt zo'n black cube inderdaad. Ja. Dus uh, stel je voor dus dat die black cubes eigenlijk gewoon uh, ergens voor dienen, zeg maar. Maar dat het door die intelligenties is geplaatst. En wij denken het is mooi kunstwerk. Zelfs die kunstenaar kan uh, beïnvloed zijn om dat te maken zonder dat hij weet dat hij dat gemaakt heeft. Zo ver gaat het. Yeah. Dat is wat ik erin wil brengen van... Absurd gewoon. Ja, en ik denk dat die Saturnus-kult dus inderdaad bezeten is door dat soort uh, machtsentiteiten. Ja. En dat zie je dus vanuit het Romeinse Rijk en ook uh, door het hele middeleeuwen. En je ziet het hedendaags ook overal. Uh, die Saturnus-pentagon is een verwijzing naar uh, de storm die gaande is op Saturnus, een mm -hmm. hexagonvormige storm. Um, uh, dat is inderdaad die machtsstructuren via die secten, zeg maar, of, of een bepaalde ja, dus cult cultus, uh, opereert. Ja, ja. Uh, yeah. Ja, en uh, hoe, heet het, uh, hoe meer wij de moderne techniek gaan ontdekken... kunnen we misschien ook de uh, dingen in het verleden be beter begrijpen... die echt van uh, miljoenen jaren oud uh, uh, relevant zijn. En dan is er toch dat idee van hoe deze matrix uh, tot stand is gekomen. Uh, door de simulaties in de computers die we nu beter begrijpen... kunnen we misschien ook uh, beter uh, onze realiteit bevatten... en ook misschien nog beter het verhaal van de manipulatie op die matrix, de hack op die matrix. Trouwens, ken jij het Nuremberg incident? Uh, Nuremberg incident? Uh, ja. Op de ring van die Ra racebaan? Nee, nee, nee. In, ergens in 1500 of 1600 Wacht, schijnt er een UFO, UFO battle in de lucht te zijn geweest in Nuremberg. Nee. Bing bong! <laughs> Ga typen ze in de Google. Wat, wat, Nuremberg UFO-woord. fuck is er een Nuremberg hey, aan. En nou denk je bij jezelf: ja, maar wie zegt dat het zo is? Maar er zijn schilderijen over gemaakt. Ja, nee, is goed, de snetjes. Nuremberg Incident. Oh, uh, 1561. Celestial phenomenon ja, ja, ja. over Nuremberg. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, de hedendaagse uh, wetenschappers zeggen dat fantasie was en alles. Maar ga eens even naar Google. Uh, alleen de foto, lees het maar eerst. Moet Mo ik dit voorlezen? Oké, okay, maar even. even uh, 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 zal wel in Nederland zijn, toch? Kom op. Dutch bedoel ik dan. Niet eens? Nee, ze hebben niet eens. Oh, dan is het best wel een hot item dan voor Nederland. Hebben we een scoop, man. Schrijf ze even een Nederlands item, jongen. A mass sighting uh, of celestial phenomena or unidentified flying objects, UFOs, occurred in 1561 above Nuremberg, then free imperial city of the Holy Roman Empire. Some skeptics feel that the phenomenon was likely to have been a sun dog. Maxan, oké. Okay. A broadcast sheet, news article printed in April 1561, describes a mass sighting of celestial phenomena. The broadsheet, illustrated uh, with a woodcut engraving. Uh, and the text, Hans Glazer, measure 62,2 centimeters. Uh, uh, meet uh, eenheden en zo. De document is archived in the prints and drawings. Nou, nee, dat gaat dan over, okay. over dit ding. Maar ze hebben dus schilderijen daarover gemaakt. Als je naar Google uh, afbeeldingen gaat, als je dat intypt. Ja, deze is daar niet zo duidelijk. Ja, je ziet hier ook wel wat dingen. Je ziet hier gewoon een soort van oorlog. Uh, met schepen, hoe zij zich dat? En lasers ervoor. en shit. Gewoon ja, en bliksems en, uh, en... En die vak, mensen weten uh, we ook niet wat ze zien. Die weten niet wat lasers zijn. <laughs> Oké, okay, als je naar afbeeldingen gaat, zeg maar. Dan uh, Daar da, da, da zie je meer, meer schilderijen daarvan, zeg maar. Wat mensen hebben gemaakt, ja. Uh, kijk, daar. Ah... Uh openen. Een nieuw tabblad. Kijk. Kijk hoe ze, ze, hoe ze die mensen dit hebben omschreven. Ja, dit is wel meer hagen in Holland. Ja. Kijk, dit is fucking gruwelijk. Dit ja. wordt sowieso de thumbnail, houden. Wat mij betreft. Jij, jij mag het beslissen, jongen. Hey, het is toch ze hebben meer foto's, hè? Uh, nog meer. Ze hebben meer foto's. Tenminste, foto's, schilderijen. Even kijken, hoor. Uh, Geislings. Links. Oh, hier. Nee, 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 nee. Oh. Dat is rechts. Hier. Nee, 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 nee. Wacht even. Ja, hier links, guys. Daar, daar. Boven. Ja? Deze. Kijk eens. Ze zagen daar al ah. wat, hoor. En Kijk, en je kan plaats, het ja. niet nu zeggen van: ja, dat zijn uh, schepen van onszelf, want het is jaar 1500. Dus we zagen wel shit daar gebeuren. Dus uh, een paar vissers zagen het. Daarna nog meer mensen in oorlog. Uh, shapeshiftend, hè? Van een vogel naar een UFO-schip. Vage dingen omschreven, zo. Hey, ik, ik, ik zat met die Bram dus inderdaad uh, ter, ter, terug te redeneren. Van uh, hoelang, wanneer zag de eerste UFO? Wanneer was dat? Wanneer was dat een ding? En we gingen terugkijken, maar dat is dus al heel lang een ding. Alleen we noemen het nu UFO's omdat we meer met een technologische bril kijken. Maar Juist. vroeger had je dan ook paranormale activiteiten op allerlei niveaus. En dat is dan misschien of in de Bijbel weggeschreven, maar ook allerlei verhalen van ja, zaken die uh, als je inderdaad de middeleeuwse UFO-sightings doet en zo, dan heb je allerlei fenomenen. Uh, ...komen ja. er dan naar boven. Dat is echt, uh, ja, is er zijn altijd al uh, ufo's geweest. Ja, het is uh, een thema die waar, ik, waar ik van denk... ...dat het in de toekomst zeker veel, veel meer gaat voorkomen. Uh, groot, Gigantisch groot gaat worden. Uh, contact met uh, andere intelligenties. En ik denk als je het zo benadert... ...dat het ook toegankelijk is voor meer mensen. En misschien zit daar ook voor uh, ons wat meer ook toekomst in. Wat betreft podcast en zo. Dat je niet per se in een complothoek... ...door een dorst iemand wordt uh, gezet wat me trouwens helemaal niet interesseert... ik wil graag daarmee geïdentificeerd worden, hoor, daar niet van... maar via dit fenomeen dus toch misschien wat meer... Uh, uh, potentiële mensen hebt... die zich op een gegeven moment op hun 25ste mee gaan bezighouden... die nu daar niks mee hebben. Wat ik zelf ook had natuurlijk. Hè. Toen ik 20 was, ik wist wel wat dingetjes... maar het was niet zo dat ik het ging onderzoeken. Nee. En ik denk dat heel veel jongeren... Van, die nu 16, 18, 20 zijn... Ja, als, zodra ze 25 zijn... En het leven een beetje gaan nadenken, dan uh, zullen ze ook op dit ja hier, hier naartoe komen. Verwacht hey, ik ook, maar ziet... ook wat jij doet, hè? Wat, wat, wat iedereen doet, maar voor, dus ook ja, jij behandelt dit ook natuurlijk. En uh, nog veel meer andere mensen ja, ik, doen ik, het. Ik zie mensen van alle leeftijden zich hiermee bezighouden: mensen die ouder zijn, mensen die jonger zijn. Ja. Uh, het is uh, er, wordt het wordt op, er wordt een veld opgebouwd, weet je, en dat doen we nu. En uiteindelijk uh, wordt het iets groots en dan komen andere mensen met podcasten en met misschien wat nieuwe vormen van uh, media die er dan komen om, om het te doen, weet je. Ja. De, uh, we bouwen het allemaal met z'n allen op, ook de kijkers, uh, je gasten die er komen. En het belangrijke is dat we in het proces, want dat gebeurt dan vaak ook wel ook in de alternatieve media, is dat er echt gewoon shit gegund wordt. He, niet, niet richting mij hoor, mij wordt van alles ja. gegund, maar ik zie onderling, uh, zie ik heel veel mensen uh, 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 ja, gewoon uh, uh, in schaarste denken. Hè? Dus dat er dan ja. uh, wordt, wordt gedacht van, oh nee, uh, dit kan niet bestaan uh, naast mijn ding. Ja, ja, uh, yeah. of, of jij kan niet dat doen omdat dit. En ik heb zoiets van, ja, als we allemaal goed voor elkaar zorgen, als jij de ander ook kunt dat hij zijn succes ja, heeft, ja. dan heb je een, een omgeving waar iedereen succes heeft en dan ben jij ook succesvol, zeg maar. Ja, nee. Uh, soort, uh, mag wij vonden dat ook. Ik, ik zweer het je. Uh, We hebben daar zo vaak over gehad aan het begin. Niet eens op de camera of zo. Hoe heet het? Uh, maar het gaat zoals het gaat. Uh, sommigen denken nog steeds in oude uh, systemen, zeg maar. Ja. Uh, tuurlijk gaat iemand uh, naar een podcast toe eerder. Uh, die 100.000 volgers heeft, dan uh, iemand met 10.000 of 4.000, 5.000, weet je. Uh, maar zo zou het niet moeten zijn. Want ik kom even graag naar jou als naar uh, Jon Luca. of maakt niet uit, Café Welsmers. Hier kan wel hard chillen, toch? Of niet dan? Ja, maar uh, <laughs> ik, ik kom echt met dezelfde intentie, er, er is geen verschil. Maar andere mensen hebben misschien wat meer, inderdaad, dat uh, systeem. Ik kom gewoon naar iets wat ik leuk vind om te kijken, weet je. Kijk, uh, je hebt ook iets wat weinig volgers heeft, wat gewoon niet leuk is. Daar zou ik niet komen. Maar ik vond het leuk om naar jou te kijken, dus kom ik. Dus ga ik niet kijken hoeveel volgers heb je, wel of niet. Maar um, ja, zodra je gewoon jezelf blijft, je eigen ding blijft doen... Um, en als die mensen dan alsnog laten komen... Ja, dan moet je zelf invoelen of je ze nog met hun verder wil gaan of niet. Uh, of het terecht is of niet, weet je en dit wordt de beste kwaliteit aflevering ever, dat ook. Ja, we hebben die camera's natuurlijk. HD, poppenkast HD is dit. Ja. Nee, maar zo gaat het. Hè. We moeten van die oude systemen af ook, weet je. En ik heb zelf ook waarschijnlijk oude systemen die ik nog ga ontdekken. Weet je, dat, dat je denkt van, hey, denk je hier niet uit eigen belang? Je probeert het altijd zo goed mogelijk te doen. Sommige dingen zie ik over het hoofd ook. Ja, ik... Snap je? Ik doe het niet bewust. Ik probeer echt gewoon... Uh, oké okay te zijn. Bij mij komen ook meeste mensen die komen... die hebben minder volgers bijvoorbeeld. Bijna iedereen. Maar soms komt er zo'n Nino... die uh, honderdduizenden volgers heeft. Snap je? Uh, die komt gewoon ook bij ons aanschuiven. Dus uh, daar wordt het wel gegund ook soort van. Ja. ja. Um, het, het is wel grappig dat, ja. het, dat het uit alle hoeken kan komen. Je weet nooit waar het vandaan komt uiteindelijk. Klopt. Maar, het, maar de, de manier hoe het tot stand komt... vind ik nog belangrijker. Dus het is niet alleen van, hey, Ja, jij, kom. Nee, ik heb bijvoorbeeld met Nino, hebben we eerst gechillt ook, een paar keer zonder camera's en zo. Gewoon goed, het voelde goed aan, dit en dat. En dan neem je iets op, vind ik ook, uh, uh, maakt het wat meer real, weet je wel. Ja, ja. ja, dat vind ik ook wel cool. Ja, ja ik probeer altijd, uh, want ik, ik vind het altijd leuk om een introductiegesprek op te nemen en zo. Uh, dus altijd zo min mogelijk en dan meteen er vol in duiken. Mm -hmm. Ja, dan... Uh, yeah. Is niet, sommige mensen vinden dat heel leuk, maar sommige mensen die ook, uh, ja, die worden er een beetje door overvallen en die hebben dan achteraf waar ik, ik had meer kunnen vertellen en zo. Ba zoals? Uh, wie bedoel je? Of, uh... Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, introductiegesprek. Uh, wat, wat bedoel je precies? Nou ja, ja, dat je eigenlijk iemand helemaal niet kent en dan ja? in de podcast leert kennen. Ja. ja. Ik zeg altijd bij mensen die komen, ik ga gewoon met jou meteen gesprek aan. We beginnen niet met uh, wie ben je en waar kom je vandaan, want dat vind ik zo suf. Ja. Ik hak meteen af. Als ik een podcast zie en uh, iemand uh, gaat zo open: Hé hey, uh, Peter, welkom, leuk dat je er bent. Kan je wat over jezelf vertellen? Dan hak ik al af. Ja. Ja, ik ik ga gewoon zo erin, alsof mensen al moeten weten wie jij bent. Gaan we praten, wat wij eigenlijk net ook soort van deden. En eigenlijk gaandeweg het gesprek komt die vraag: van wie ben je eigenlijk? Waar kom je vandaan? Ja, ja. Maar dan op een andere manier gesteld, maar heel. Uh, subtiel komen ze er gewoon wel alsnog achter wie die persoon is, snap je? Ja, alsof je gewoon... En dat is een heel andere beleving. En het is alsof je inderdaad in een leuk gesprek stuit. Hè? Juist. In plaats van dat, dat een gesprek wordt opgedrongen of zo. Ja, juist. Ja. En uh, dat zijn ook weer trekjes van de uh, mainstream media. Mensen die daar vandaan komen hoeven niet per se succes te hebben op de op internet-YouTube-wereld, omdat. Mensen juist iets anders gewend zijn in een podcast. dan dat ze in de media hebben geleerd. waar ze wel die vraag stellen. Hé, hey, vertel eens wat over jezelf. Ja. Je dus jij? dat is ook aan het veranderen. Ja, ja, ja. ja dit is, Hoi, uh, ik ben Peter. Ik ben 33 jaar. en ik kom uit Arnhem. En binnenkort organiseren we een nieuwe Bosperience. in Den Haag, bij Haagse Bosperience. Daar gaan wij samen UFO's kijken. En misschien komen ze wel en misschien niet. De NOS legt het vast. Ja joh. Ja, joh. Is het wat? Ben je tevreden of nee, wil je wat meer tevreden. van me weten? Want jij moet weg ook straks. Ik ben, we zijn, wij hebben al twee uur. Of wil, ja, je, nog wat, wil je nog wat dingen doornemen? Of, uh, ja, wat je zelf... ik, ik ben maar cool op zich. Ja, uh, toch? Ja, het boeken, iedereen boek, iedereen boekhalen. Uh, ja, vooral staat het voor controle. En als je het boek, uh, je het boek kijken, al hebt, zo. kom naar de boeklezing. En als je de boeklezing nog niet boek nou hebt... Is Die nou uitverkocht? Of... Oh ja, ja, hij is uitverkocht inderdaad. Ja. Nou, er hoeveel, komen... hoeveel man konden erin? Er kon er 40 man hadden we gekend. Ja, zoiets dit, ja. Ik hoop wel dat je op... Uh, heb je opgezet dat het uitverkocht is? Dat ja, 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 straks, ja, je kan dat je, je kan niet meer kopen. Dus nee. uh. Uh, wat ik even wil doorgeven. Ik uh, ben bezig ook. Maar dat doe ik ook gewoon heel rustig chill aan. Zonder iedereen in één keer te benaderen. Uh, wat connecties te leggen door het land. Om wat meer uh, presentaties en lezingen te kunnen geven. Want ik vond die laatste goed gaan. En uh, hier heb ik ook go goede vertrouwen in bij Postperience dat het ook goed komt. Dus uh, hou onze kanaal in de gaten, Dutch Matrix. Uh, het is de schande, wij hebben nog niet eens een website. Hè? Dus ik moet echt een website gaan bouwen. Dutchmetrixboek.nl, toch? Ja, dat maar het is, dat is de, de hek van de matrix. De, matrix ik ben daar zelf niet? nog anderhalf jaar niet eens op geweest. Dus uh, uh, In ieder geval, hou onze posts in de gaten via YouTube. Uh, die ik plaats voor uh, toekomstige lezingen, wat ik verwacht begin 2024 te gaan doen. Dus ja, is voor mij ook een nieuwe uitdaging. Ik heb misschien nog wel een leuke locatie in Amsterdam. Uh, ja. We hebben we ja. ook die shit show hebben gedaan. Uh, gisteren optreden ja, voor Chris. Chris uh, jij ja, ging goed? Ja, nou ja. Chris, Chris ging goed, ja. En ja. ja? uh, jij? Ja, matig, maar ja, dat is wat prima. uit. <laughs> Rustig opbouwen. Rustig. Ja, ja, ja. Opbouwen. Ja, ja, ja. Ik kom maar wel, dat zeker. Is, dat is ja. wel Dat is wel een vette locatie voor een lezing ook wel, denk ik. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ik uh, zie Chris vast nog wel. We gaan nog een aflevering doen. Voor einde jaar gaan we eentje doen. Waar hij ook zijn show in promote. Dus uh, dan vraag ik hem wel hoe het uh, zit met die. Uh... Ja, kan je gewoon een uh, nummer van Joe doen, zeg maar. Ja. Ja, nee, Komt maar goed. ik heb ook even met lachen. Peter, Peter Tonen. Uh, die heeft me echt uh, dingen uitgelegd. Uh, hoe dat gaat. Uh, dat in die wereld, hoe je dingen doet. wat ik niet wist. Dus dat, hij heeft me echt daarin geholpen. En hij heeft ook wel wat connecties. Ik, ik doe dit gewoon rustig aan, weet je. Ik hoef het niet elke week. even kijken hoe het gaat. Spontaan opbouwen. gaan. En wat is de titel van de aflevering? Wat gaat de titel van de aflevering zijn? Yeah. Geen bingbong bing hoor. <LOOR> <krij HTML2> nee, 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 Ik, ik zat er aan plevende. te denken. Ja, wil je doen? Ik zat er aan te denken. Jij als Bingbong Droom staat. <laughs> ja, ook gewoon bingbong vind ik ook. Ik zat wel eraan te denken. En dan als subtitel: Ik was gorilla nu een King Kong. Dat <kıymens> is te lang. Dat kan niet. <g my God. laughs> nee hoor, jij mag zelf weten. <laughs> is goed. Ja, ik wil. Ja, bing bong, ist wel leuk. Ja. Het is alleen om je vrouw te irriteren alleen al. Die kleine roept het constant, maar dat nummer is best wel expliciet, weet je wel. Ja, je kan hem hier niet draaien natuurlijk, hè? anders krijg je gezeik met... Nee, uh, ja, geen YouTube. Maar uh, we kunnen hem straks draaien. Draai hem thuis. Bing bong. Uh, Shout-out naar Nems, want hij is ermee gekomen. Dus die gorilla Nems. Hij heeft ook een eigen podcast. En dat vind ik zo cool trouwens. Om, uh, wil ik er toch even bij zeggen. Uh, hij zit gewoon in Coney Island in New York. Echt een zware ghetto. Daar zitten ze nog in jaren negentig. Zit hij gewoon buiten met vijf camera's. Zitten ze met zijn vrienden te chillen en daar lopen allemaal junkies langs weet ik voor wat en af en toe ja uh, hij doet het heel leuk, maar hij zet die mensen voor schut daar constant, die daar voorbij lopen. Hm. Dus af en toe pakt hij die camera, pakt hij een junk en uh, gaat die junk daar paraat in die camera en zo. Eigenlijk zou je dat eens een keer moeten kijken, maar dat Bing Bong komt er ook in terug. Maar hij is de bedenker, hè? dus hij is de OG van Bing Bong. Maar eigenlijk is Bing Bong een Disney-personage uh, uit uh, tien jaar geleden. Disney-personage? Juist, ik heb het natuurlijk wel opgezocht. Ik meen het is nog een heel dus, uh, ja. ja, ik ja. vind Bing Bong goed. Het gaat dieper dan ik dacht. Er dus. komen mensen in de Bing Bong rabbit hole terecht straks. Ja. Ja, is goed. Nou, dan is het, uh... het gaat om de trilling die daarachter zit, hè. <laughs> Mensen voelen hem wel. Wat voel jij bij die trilling? Bing. Bong. Nou ja, bing bong. Het oh. uh, voelt een beetje als een, als een joker uit een hoed. Oh. Oh, als een verrassing. Ja, is yeah. iets. Yeah. Ja. Nee, is goed. Dankjewel voor het uh, uitnodigen, Peter. We, we zien elkaar weer met Bossperience. Uh. Dat is de 16e. Dus 15, 16, 17e. En jouw jou, 16, ja, 16e zaterdag tussen af. 1 en 4. En daarna ga, uh, gaan we nog die panel houden. Misschien een half uurtje kunnen we nog na chillen. Even een beetje praten. En dan kan je nog voor het donker het bos uit. Helemaal mooi. Dan is dit uh, poppenkast nummer 147 met uh, Dino Sarac. Bing bong. Bing bong. Ik was gorilla nu een kinkom. <laughs> Dank je wel. Dan? Zonder doel, zonder ziel, ene handje spullen, de andere je piel. Te kijken hoe het staat te bezwijken, samenleving maatschappij, politiek, paniek, ideologie, haaks op de techniek, klagen over de toekomst, over wat je toekomt. Met een telefoon gemaakt van crypto tonight, after night, geplakt aan een scherm, doen sculling, gedoemd om te komt het tot de kern, nee, dan maar weer een oorlog tussen Joden en een Massey. Eindelijk weer wat tijd om de doden op de play. Oké, okay, even kijken. Valt ik wil nog wat te lijken, willenborsten, villers, festival killers. Ben je in een gehucht? Kijk dit eens in de lucht. Zie je nog parafighters, kruidkleiders, freedomkaiters, vrienden-uitsnijters? to bord, in de sky. Ecologisch ei en loop voorop. Ja? Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen.